Ik heb het genoegen om hier te zitten met Hans Verkoren, die ik echt al jaren en jaren ken. En wiens verhalen ik over de hele financiële wereld enorm heb genoten. Hans is begonnen op het ministerie van Financiële Zaken, Financiën. En heeft daar het hele dossier Postbank zeg maar behandeld. Is daarna bij de Postbank zelf terechtgekomen. Is daar op een gegeven moment ook directeur geworden. En als derde stap heeft hij ING direct opgericht. En daar heeft hij echt gewoon geweldige verhalen van. En ik wil die eigenlijk nu in detail eens even uit hem trekken. Om te zorgen dat iedereen daarvan kan genieten. Hans, dankjewel voor je tijd. Hoe ben jij ooit bij de bankwezen terechtgekomen? Ik ging economie studeren in Amsterdam in 1965. En die zomer eraan voorafgaand heb ik aan mijn eerste jaar via uitzendbureau Randstad, toen nog met één filiale op de Koninginnenweg, waar ze net begonnen waren en waar de oprichters, waaronder Frits Goldsmeding, zelf achter de balie zat om studenten in te huren en die vervolgens uit te zenden naar bedrijven. In Amsterdam. Mooi bedrijf wat daar uitgekomen is internationaal. Absoluut. En behalve dat je dan op een gegeven moment naar een werkgever uitzonde, moest je elke week daar terugkomen om je loonzakje op te halen. Want ook daar werd nog met een loonzakje uitbetaald. Het reale betalingsverkeer was net zo'n beetje op gang gekomen in het begin 60 jaren. Maar Randstad in 65 betaalde je nog uit. En dat deed dan bij wijze van spreken Goldsmeding zelf. Waar kwam je toen terecht? En ik werd uitgezonden meteen toen ik daar me aanmeldde. Was er een vacature bij de NMB, Nederlandse Middenstandsbank. Op de afdeling buitenland, maar met name buitenlands geld, buitenlands bankpapier. Want met de zomerseizoen was het druk met toeristen, Nederlandse toeristen, die buitenlands geld in de NMB-kantoren ophaalden voor een vakantie. Er waren nog nauwelijks girobetaalkaarten of eurochecks, laat staan creditcards. Girobetaalkaarten begon net in die tijd. En buitenlandse toeristen die in Nederland kwamen en hun marken en ponden in Nederland of wisselden bij winkelen, bij banken. NRB-kantoren. Het was allemaal nog papiergeld. En wat was jouw taak? En omdat NRB natuurlijk de Middenstandsbank was, kwamen ook winkeliers vaak bij de NRB met dat buitenlands papier aanzetten. En dat ging naar het hoofdkantoor toe. Het hoofdkantoor moest de NRB-kantoren bevoorraden die buitenlands geld nodig hadden om toeristen mee te geven, klanten. Maar ook moest dat hoofdkantoor kreeg bankpapier terug van die NRB-kantoren van buitenlanders die in Nederland het geld hadden besteed in winkels. Vele miljoenen. Wat moest jij doen? We gingen heen en weer van die honderden NRB-kantoren naar Amsterdam, naar het hoofdkantoor. En ik via de postkamer en het hoofdkantoor kwam dat geld van die kantoren binnen. Of ging naar die kantoren toe, afhankelijk of ze nodig hadden of dat ze gewoon over hadden. Maar die hoofdkantoor van de NRB, dat beheer Gracht, er waren een paar panden die niet van hun waren. Dus de afdeling buitenland waar ik werkte, die zat niet verbonden. Je kon niet binnen doorlopen naar die postkamer. Ik moest over de gracht met een leren koffer naar de postkamer. Dan trof ik daar al die buitenlandse bankstapels aan, bankpapierstapels, die net waren binnengekomen uit het kantorennet met een eigen couriersdienst tussen de kantoren, eigen vrachtautootjes. En die nam ik dan in die grote leren koffers, propte ik die. Ik liep hem even de gracht naar de afdeling buitenland. Gewoon onbewaakt. Vier panden verderop, onbewaakt. Niemand zou eraan denken in 65 dat zo'n student adem even door zou kunnen gaan. Zijn uitzendkracht. Vertrouwde je wel zo met dat geld. En dat ging over miljoenen? Laat staan dat hij door een junk zou worden overvallen of zo. Dat ging over miljoenen. En één keer heb ik zelfs, toen was er 10 miljoen Zwitserse francs, was er binnengekomen op het hoofdkantoor in de postkamer. En het moest door naar de kantoren. Maar moest eerst geteld worden en per kantoor moesten dan stapeltjes gemaakt worden. Dus ik kom van die postkamer, die 10 miljoen Zwitserse francs passen niet. Hoeveel is dat? Dat is echt gewoon een enorme stapel. Nou, die tijd was, het was echt zo'n pak in krantenpapier verpakt met gewoon strips eromheen, plastic, krimp, sluitstrips. En ja, dat krijgen we niet in die koffer van jou. Zo in de drugsgeld-movies, dat je dat soort dingen deed. En dat moest jij over straat meenemen. Dat liet je gewoon doen. Het past er niet in die koffer. Dus, en Boni zegt dat krantenpapier eromheen heb ik expres gedaan. Want dan denken ze dat je met oud papier over de gracht loopt. Dus ik had mijn vingers zo onder die strips. Liep ik met het pak, liep ik zo toch zo'n 150, 200 meter over de gracht. Tot ik weer op de afdeling was. Welk jaar was dit? 65, zomer 65. Was dat nou inderdaad de motivatie om in het bankwezen te gaan? Dat was een... Nou, ik vond het wel interessant. Al die verschillende valutasoorten, al die verschillende bankpapierensoorten. Er was nog geen euro. Ponden, Franse frans, peseta's, veel voor de vakantiegangers natuurlijk. En die wisselende valutakoersen. We moesten ook steeds in de gaten houden of die wisselkoersen weer dermate gedaald of gestegen waren, hè, dat er niet op verloren zou gaan worden. Hè, dat bijvoorbeeld de peseta was natuurlijk altijd heel erg laag gewaardeerd. En dan moest je ontzettend oppassen dat je er niet te veel voorraad van had.
Dus ik heb er toch wat van geleerd, behalve zijn. Ja, wel grappig, want één, je ziet dus perfect systeem, eigen koerierdienst, allemaal helemaal secure geregeld. En dan ergens in de chain zit jij als uitzendkracht gewoon eventjes over die grachten te lopen. Ja, ja. Dus dat is dan heel grappig dat zo'n bankwezen in elkaar zit. Er zit altijd een zwak punt. Als je dat weet, dan kun je daar gebruik van maken. Ja, precies. Dat zou je laten hebben gekund. Ja. En waar ben je toen terechtgekomen daarna? Je bent economie gaan studeren. En hoe ben je toen eigenlijk zelf de bank binnengekomen na de uitzendkracht? Nou, toch dat de ervaring bij de NMB ook was voor deel natuurlijk saai telwerk. Was toch wel interessant. En ik heb daardoor ook onder andere een vakkenkeuze voor economie in mijn eerste jaar, september 65. Na die zomer heb ik toch wel bankvakken gekozen als hoofdvak in mijn pakket. En bovendien had ik een vader van een vriendinnetje waar ik kortstondig voor mijn huidige vrouw mee... Ik hoef je niet te excuseren hoor. Ja. Ik had nog een middelbare school een vriendinnetje in die tijd. Voordat ik mijn huidige vrouw leerde kennen als eerstejaarsstudent. En dat heeft maar kort geduurd, maar haar vader, die ik nog ook kende uit Amstelveen, waar mijn ouders ook woonden, waar op het middelbare school gezeten hebben, en zij ook, die was onderdirecteur bij Mees en Hopen, bank Mees en Hopen, en hoofd van het economisch bureau. Dat was eigenlijk zijn hoofdfunctie en tevens onderdirecteur. Dus wij gewoon een stuk knappe economen zaten van een bank, die over de economie schreven en over de... Onderzoeksinstituut. Onderzoeksinstituut, de renteontwikkeling, althans de verwachte renteontwikkeling, de grondstoffenprijzen, de wisselkoersen, et cetera. Dat werd daar gedaan. En die zei tegen mij, toen ik had besloten in mijn eerste jaar al om de bankvakken als hoofdvakken te nemen, ook wel verdeeld door die interesse gewekt bij de NMB, maar ook door die man, die Mees en Hopen onderdirecteur. En dan heb ik dus vakken als geld en bankwezen, monetaire theorie en zo als hoofdvakken genomen. En die zei, nou, kom dan bij mij stage lopen op de Mees en Hopen, bank Mees en Hopen. Want dat is toch interessanter dan dat je daar geld zit te tellen via Randstad. Dus dan zat je echt meteen op macroniveau allemaal te kijken van hoe die banken functioneren in het grote geheel. Ja, en dat was ook best wel, was er ook eenvoudig werk bij. Grondstoffenprijzen uit de krant volgen en op basis daarvan gewoon proberen verwachtingen te trekken voor de toekomst en dergelijke. Ook ten behoeve van klanten van bank Mees en Hopen die in de grondstoffenhandel zaten. Maar goed, ik vond het een interessante afdeling. Ik heb daar dus drie zomers gewerkt. En toen kon ik bij het Instituut voor Banken en Effectenbedrijven. Dat was een wetenschappelijk instituut van bankwezen, niet van de universiteit. Waar onder andere ook bankcursus gegeven werd en opleiding. En ook een tijdschrift uitgegeven werd, Bank en Effectenbedrijf, voor bankmedewerkers. En daar kon ik 20 uur in de week het hele jaar door werken als kandidaatassistent. Ik was dus net zo'n beetje mijn kandidaatsexamen klaar. Dus ik vond dat ik dat er wel bij kon doen op weg naar mijn doctoraal examen. Je hoefde toen niet zo hard te werken daar op de universiteit. Nou nee, en voor mijn kandidaatsexamen had ik genoeg ook dingen gedaan naast mijn studie. Ook veel plezier gehad. Dus ik vond nu ook wel, behalve die zomermaanden dat ik dan met die bank werkte. Maar ik vond nu altijd gewoon na mijn kandidaatsexamen ook toch wat meer geld te verdienen. 20 uur in de week en ook wel naast die studie. Ook al een beetje in de praktijk van het bankwezen mee te kijken. Want ik had wel besloten dat ik wel naar een bank wilde. En toen ik afstudeerde en ook... Wat sprak die sfeer je aan van de banken? Het soort mensen wat er waren en hoe ze erover dachten. Want het waren natuurlijk toch een beetje de elite van de wereld. Ja, nou, dat was inderdaad, dat was voor mij de tegenhanger. Ik vond dus de materie erg interessant. Maar ik had de cultuur ook bij Mees en Hopen, ook toen ik redelijk bekakt was. En ook bij de NMB had het eigenlijk minder. De NMB was meer toch een bank voor middenstanders. Maar bij Mees en Hopen, en laat staan bij de ABN, was het ook een hele andere cultuur. En die jongens die op het Instituut voor Bank en Effectenbedrijf kwamen, jonge medewerkers van banken, voor die cursus. Of die ook eens een artikel schreven in een tijdschrift. Maar ook allemaal van het grijze pakken met vest type. Allemaal VVD-stemmers. En ik was toen al PvdA-lid en zo. Dus dat, waarom was jij PvdA-lid? Ja, toch wel uit idealisme. Ik was ooit uit een CDA-achtige familie. Was ik Arjons jongere. Zeg maar van de revolutionaire partij. Mijn ouders waren wel hervormd. Maar dat vond ik helemaal niks in CAU. Maar toen was de nacht van Schmelzer. En toen werd de PPR opgericht. En toen ben ik eigenlijk via de PPR meegegaan. En later vond ik dat toch weer iets verkabouterachtig. En daar ben ik naar de rechtervleugel van de PvdA overgestapt. En niet normaal binnen financiën of binnen de bankwereld, zeg maar.
Maar aan Financiën werkte hij toen nog niet. En daar zou je trouwens, bij Financiën kwam je natuurlijk wel meer PvdA'ers tegen. Maar bij de bank was het ongebruikelijk. Die jonge bankmedewerkers die ik tegenkwam in de pakken met vest, laat staan hun baas in de top, die waren natuurlijk volstrekt geen PvdA. En later natuurlijk met de Postbank vanuit PvdA gestimuleerd. Was natuurlijk weer een extra reden voor die mensen om tegen de PvdA te zijn. Hè, omdat de banken dat als concurrent. Maar dat komt pas later. Ja, dat later. Hey, hoe ben je, wat is jouw eindscriptie geweest en wat ben je daarna gaan doen? Mijn eindscriptie was, toen werd ik al bij het Instituut voor Bank- en Effectenbedrijf. En toen heb ik een scriptie geschreven over ontwikkeling in het consumptief krediet in Nederland. Dus het consumptief krediet in Nederland heet het de scriptie. En daar beschreef ik inderdaad in hoe dus, behalve de grote kredietverlening aan bij de bedrijven, waar natuurlijk iedereen in die tijd de grote banken mee bezig waren, dat ook het consumentenkrediet, en of dat was dat een winkelier afbetaling gaf op je tv of zo, of dat werd gedaan door kleine particuliere bankjes die daar speciaal voor persoonlijke leningen sloten. De grote banken die kwamen daar niet aan, of die hadden daar eventueel dochters voor die ze overgenomen hadden. En ik heb daar die scriptie over geschreven en ook een artikel is daaruit voortgevloeid in een korte vorm in dat tijdschrift Bank en Effectenbedrijf. Ik heb ook nog een ander artikel geschreven over retail banking in Nederland. Want de gedachte van retail banking kwam net opzetten bij de banken. En met name ook het idee dat die PostGiro RPS uit die betaalrekeningen van het betalingsverkeer, al die girale rekeningen in plaats van loonzakje, dat het ook een binnenkomer was om andere producten aan particulieren te verkopen, wat voor de banken bedreigend was. En dat gaf opeens ook belangstelling bij de banken voor retail. Waarom was het bedreigend? Hadden die grote banken belangstelling om dat girale verkeer zeg maar te regelen voor de consument? Aanvankelijk niet, want ze dachten dat is gewoon een kostbare zaak. Daar kan je geen droog brood aan verdienen. Laat die PostGiro maar, vroeger zelfs in de 50er jaren, honderdduizenden klanten, ook middenstanders, maar dat doen met nog een handadministratie. Maar toen de computers kwamen in 1960, IBM, en bij de PostGiro werd binnengehaald. En de PostGiro onbeperkt miljoenen rekeningen kon openen en tegen werkgevers kon zeggen, doe maar je salarissen in plaats van loonzakje via, en laat je werknemers een Giro-rekening openen. Dan kan daar het salaris heen. En opeens die miljoenen particulieren bij die PostGiro toestroomden. Toen werden de banken toch bang dat ze de hele markt aan het verliezen waren. En dat ze banken waren toen bedrijven, daar was het geld. En de consumenten hadden eigenlijk relatief weinig geld. En nu is het andersom eigenlijk. Als je al het consumentengeld bij elkaar optelt, dat is toch de meerderheid van het geld. Ja, en het spaargeld waren de banken wel in geïnteresseerd. Want het spaargeld was natuurlijk mooi om dat te gebruiken als funding, hè, voor die bedrijfskredieten. Het spaargeld tikt natuurlijk harder aan dan een betaalsaldo. Want als iemand 1000 gulden op zijn betaling heeft staan, was het veel in die tijd, hè? Gemiddeld 1000 gulden. Maar dat spaargeld kon best hoger oplopen, zeker van de welvarende particulier. Maar dat ze dat ook kwijt zouden kunnen raken, omdat via die betaalrekening, die PostGiro, ook die spaarrekeningen kon koppelen en dergelijke. Dat was toch bezig heel bedreigend. En daarom ontstond die belangstelling dat binnen de grote banken, de retail banking, er werden ook mensen voor vrijgemaakt die uit de zakelijke kredietverlening kwamen. En daar heb ik dus ook na een jaardag van het NIBE, het Instituut voor Bank en Effectenbedrijf, met sprekers, onder andere advocaat van de AMRO, die was daar hoofdeconomisch bureau, die werd hiervoor vrijgemaakt, retail banking in Nederland. Daar heb ik toen een soort verslag van gepubliceerd in dat tijdschrift. En dat is eigenlijk ook voor mij de eerste tijd dat ik me ook met consumentenbankieren ging bezighouden, want in mijn meest een hoop tijd was natuurlijk alleen maar ook zakenbankieren. Nee, dat was ook een beetje de tijd. Dat was het opkomen van het salaris, opkomen van het sparen. Mensen hadden inkomen. Hoe ben je en wat heb je na je studie gedaan? Ik heb gesolliciteerd bij banken. Ik dacht namelijk deze ervaring bij het instituut Bank en Effectenbedrijf en daarvoor mee zijn hopen, kan ik wel strijden op meer dan en met het vakkenpakket. Kan ik toch bij een bank beginnen met toch wel een voorsprong op mensen die gewoon algemeen economie gestudeerd hebben. Ja. Dat was ook wel zo. Ik kon met de ABN kon ik dan wel een of twee jaar vooruit hoger salaris krijgen. Maar dan zou ik een bankopleiding krijgen. Wat is dan die bankopleiding, vroeg ik aan die meneer. Nou, dat is dat je in een kantoor in Breda een half jaar spaarrekening gaat openen. Nou, dat vond ik nog saaier dan het geld wisselen bij de NRB of het geld tellen bij de NRB. En ik had toch een idee dat ik dat met mijn achtergrond wel eerder in de meer intellectuele dingen kon gaan doen bij een bank. Maar ik vond ook de cultuur. Ik kwam toch weer ook bij de ABN een cultuur tegen van de jongens die ik bij het Instituut voor Bank en Effectenbedrijf ook had zien binnenkomen voor die cursus met hun pakken met vest en grijze pakken met vest. En ik was dus nogmaals, ik was inmiddels PvdA-lid, dus ik heb toen voor gekozen ministerie van Financiën waar een vacature was. Gewoon in de krant stond dat.
op de afdeling zeg maar, toezicht op het bankwezen, de directie financiële markten zoals het nu heet. En daar werd mijn bankervaring ook gewaardeerd. Zowel de, dat was die afdeling die met harde hand zeg maar, alle banken ook controleerde en de Nederlandse bank in het gereel hield? Nee, nee, de Nederlandse bank had alle macht in de toezicht over het bankwezen. Daar kwam Financiën alleen maar aan de pas om de nodige wetten te maken door juristen op Financiën en door de Tweede Kamer heen te loodsen. En wie bepaalde wat er in die wetten stond? De Nederlandse bank die gaf zelfs, zelfs teksten aan wat voor hun nodig was om de toezicht te kunnen uitoefenen. En die mochten dan de juristen vertalen in wetteksten. En als de Nederlandse bank iets wilde regelen, dan vroegen ze aan de president van de Nederlandse bank die elke woensdag met de minister van Financiën lunchte. En waar ook de thesaurier-generaal nog net bij mocht zijn bij die lunch. Dan gaven ze aan de president mee van dit willen we bij Financiën regelen, geregeld hebben. Geef u dat maar via de minister en de thesaurier-generaal door. Wij gaan niet met die ambtenaren daar praten. Ja, die moeten doen wat wij doen. Die waren echt ook helemaal binnen het geheel. We hadden ook dezelfde sfeer als het gewone bankieren. Ja, precies. En er waren natuurlijk bij Financiën toe vooral juristen. Dus die waren ook wel geneigd om wetteksten zo daar als kerntaak. Dus, maar er waren ook meer en meer jonge economen bij Financiën binnen. Thesaurier-generaal Oort, die Drees opgevolgd was, jonge Drees. Thesaurier-generaal Oort, die heeft ook mensen binnengehaald, vooral economen, hij was zelf ook econoom. En dus ja, die hadden wel de ambitie om zich ook met het beleid te bemoeien. Ja, en welk beleid was jij toen aan het maken? Nou, toen ik binnenkwam, was het beleid waar ik op gezet werd als secretaris van een commissie met meerdere ministeries, waar Financiën dus de lead claimde over het conservatief krediet. Daar had ik ook die scriptie over geschreven en dat artikel over geschreven. Dat gaf mij een voorsprong bij Financiën. Daar wilden ze ook wel hebben. Daar werd de consument stevig beschermd? Dat ging voor een deel consumentenbescherming inderdaad. Niet alleen door de maximum tarieven te hanteren, dat het niet onbeperkt woekerrente kon worden gevraagd aan de consument. Ook dingen als truth in lending, dat je dus rentetarieven moest publiceren die de werkelijke per percentage weergaven. En niet zeggen van, u betaalt 100 gulden af met 10 keer een tientje. Mm-hmm. Want dan, als je dan 10 keer een tientje hebt van 100 gulden, dan zie je niet hoeveel rente dat is. Maar dat zijn dus astronomische rentes. Als je 100 gulden, maar 12 keer een tientje. Je leent 100 gulden en je moet 12 keer een tientje terugbetalen. Als je dat een rente ontbreekt, praat je over tientallen procenten. Hè? Maar dat werd niet zichtbaar. En dus, behalve dus het maximeren van die tarieven, was het ook zo van het transparant. Hè? Dus truth in lending, zoals het in Amerika was komen overwaaien. En daar heb ik me dus, daar werd ik voor, dat was mijn eerste dossier. En toen tot mijn geluk kwam, vrij snel daarna kwamen de Kamervragen, waarom de Postgiro en de Rijksbospaarbank niet ook persoonlijke leningen, maar ook hypotheken mochten gaan doen. Conservatief krediet en hypotheken. En toen zei mijn toenmalige baas tegen mij, nou dat is een mooi dossier voor jou. Je hebt ook die ervaring met dat, ook weer de conservatief krediet en bankwezen en dergelijke. Dus toen ben ik op die, en de Kamervragen moeten beantwoord worden. Maar één ding, en de antwoord moet staan, dat ik niet zomaar de PDT, want het was toen nog viel het onder de PDT, Postgiro met name, en RPS ten dele, Rijksbospaarbank, dat hij daar een beetje met salami-tactiek een paar producten erbij kan vragen. Dat is ook niet de business van de PDT. Het gaat nu echt het geldverkeer gaat het dan voorbij, waar die Postgiro voor opgericht was. Dan moet het gewoon echt een bank worden, een postbank, en dan onder de lead van Financiën. Hè? Want de Financiën moest daar dan leidend zijn. Welk jaar was dit en welk kabinet was het toen? 72, kabinet Biesheuvel was toen net een jaar in het zadel. En in 72 kwamen die Kamervragen, waarschijnlijk ingestoken door de PDT of door de Postgiro RPS, via een D66 en via een AR-Kamerlid. En bij de beantwoording moest inderdaad centraal staan, oké, dat is allemaal terecht, dat moet gebeuren, maar dat moet het een postbank worden. En Financiën die dus nog steeds misten dat ze veel te vertellen hadden op het beleid naar de banken, ja, Wou dan hier wel leading zijn. Okay, dus dit was de kans voor Financiën om een eigen bank te hebben, ja, en ook te concurreren met het grote blok wat die andere banken bij elkaar waren. Daar waren ze dan belangrijker dan de Nederlandse bank, want het was dus een overheidseigendom. Ja. Daar kon de Nederlandse bank bij wijze van spreken niet aankomen. Althans niet in de mate wat de Nederlandse bank zou willen. En dan was het bovendien, dan moest het ook bij de PDT weg. Dus ook binnen de overheid had de Financiën iets op de PDT binnengehaald. Dus dat kwam er dan ook in 1973, zeg maar. Is die wet op de postbank dan ook gewoon voor elkaar gekomen? Nee, want in november 1972, een half jaar na die Kamervragen. En die Kamervragen, de antwoorden lagen klaar bij de minister
om die naar de Kamer te sturen met als conclusie. Oké, okay, die hypotheken en persoonlijke leningen allemaal prima, maar er moet een postbank komen onder auspicie van financiën, onder de leiding van financiën. Maar die Kamervragen waren nog niet door minister Nedersen doorgestuurd. Hij was toen de minister van Financiën. Het gaat met Biesheuvel viel in november 1972, na anderhalf jaar vielen ze al. En Nedersen zei van, ik ben demissionair, ik laat dat dossier van mijn opvolger liggen en die Kamervragen, die antwoorden mag hij naar de Kamer sturen. Nou, dat heeft Nedersen inderdaad, bleek later, toen hij bij de AMRO in de Raad van Bestuur kwam, ook om die reden waarschijnlijk niet zijn vingers meer willen branden aan die postbank, want hij wist gewoon dat hij daar bij de AMRO geen vrienden mee zou maken. Dus wie heeft het toen gedaan? En toen kwam Duisenberg als minister van Financiën in het kabinet Ten Uyl. Na de verkiezingen begin 73, mei 73 geloof ik. En toen trad het demissionaire kabinet Biesheuvel af. En Duisenberg werd minister. En die heeft dat dossier aangetroffen op zijn bureau. En heeft toen als ambtenaar gezegd, ik wil die Kamer vragen, ik wil dat die antwoorden zo snel mogelijk naar de Kamer hebben. Maar niet alleen ook de leidinggevende van Financiën, dat daarin centraal staat, maar ook dat die bank ook een countervailing power zal moeten uitoefenen tegenover de commerciële banken. Ja. Dus de overheid gaat niet alleen maar door toezicht en regelgeving, gaat de overheid de banken tot concurrentie aanwakkeren en tot nette zeg maar, tarieven en constructief krediet, woekerdingen voorkomen, maar gaat door een bank in eigendom te hebben die daar het goede voorbeeld geeft. En de andere van het is op die manier. Dat is goed gelukt, hè? Want die postbank is toch eindeloos lang een enorme concurrent geweest op constructieve vlak. Absoluut, ja, ja, ja. En dus dat was inderdaad. Kwam die postbankwet er nou ook snel? Nou, Duisenberg heeft toen langs twee dingen geopereerd. Hij heeft gezegd, voor de totale postbank moet die wet eerst goed in elkaar gespijkerd worden, althans op papier. En volgens in de wettekst vertaald. En dat moet naar de Kamer, maar dat gaat een paar jaar duren. Daar was ook een commissie voor, commissie Oort, onder voorzitterschap van de Thesaurie-Generaal. Ik was adjunct-secretaris van die commissie. Maar dat is allemaal wel leuk en aardig, dat gaat dus een paar jaar duren. Maar die Postgiro-RPS, zoals ik in de Kamervragen stond, die heeft de behoefte aan hypotheken op kortere termijn. Die wil gaan met hypotheken beginnen. En het spaargeld dat deze al, want de Postgiro via de Giro-rekeningen, had al heel wat spaargeld binnen wat alweer bij de RPS werd gebracht door een koppeling tussen giro en spaarrekening. Ook een technische koppeling, dat het heel simpel was om je geld van betalen naar sparen. En mensen dachten ook niet dat ze bij de RPS zaten, juridisch wel, maar voor het gevoel was het allemaal nog steeds bij die postgiro, later postbanken. Maar in ieder geval, dus maar dat geld moet ook belegd worden, dat spaargeld en dat betaalgeld. En dat werd belegd daarvoor vaak in lange leningen aan ziekenhuizen, aan gemeentes. En het was ook allemaal nogal rente technisch nogal riskant ook, want als de rente ging stijgen, dan zaten al die leningen zaten nog tientallen jaren vast met de rente en het spaargeld ging al omhoog en zo. Dus dat was, dus hypotheken was eigenlijk het antwoord voor de postbank in spe. Het gaf A, dus een mooie beleggingsmogelijkheid en dus een rente, minder mismatch, dus een betere match met de spaarrente, looptijd, een betere looptijd. En B, het was meteen weer een binding naar de consument toe. Dus, ook, dus ze mochten dus spaargeld deze al zijn hypotheken erbij gaan doen. Dus dat werd ook een grote kracht. Mochten ze ook zelf krediet geven? Nou, ze mochten A, dus die hypotheken. Gelukkig dankzij dat er in een beleggingswet, waar de beleggingen werden geregeld van die Postgiro RPS, daar stond dat hypotheken mochten worden genomen, zoals het technisch heet, als zekerheid. Met andere woorden, die ziekenhuisleningen, dan werd er een hypotheek op het ziekenhuis gevraagd als zekerheid. Maar dat was nooit bedoeld om daar nou particuliere woningen mee te gaan financieren. Maar ja, het stond in de wet, hypotheken mag. En de financiën was bereid, zeker onder Duisenberg, die zei tegen de ambtenaren, je moet een beetje ruim denken met die postbank. En niet dat ze jaren. En dat helpt als zo'n minister zoiets zegt. Absoluut. Helpt dat enorm om de ambtenaren gewoon lekker gebruik te maken van de ruimte? Ja, de ambtenaren misschien liever op de postbank gewacht. Dat was ook een macht groter geweest. Want er was financiën de database. Maar dat de minister zei van je moet nu toch alvast een beetje ruim interpreteren. Want die jongens kunnen niet nog jaren wachten. Die hebben nu die hypotheken nodig. Dus dat werd dus die interpretatie werd door de juristen ook onderschreven. Dus in 73 kon al de hypotheken verstreken van de RPS. Maar wanneer kwam die wet nou? Die was eind 76 klaar. Ja. Of voor de zomer 76. En die zou naar de Tweede Kamer gestuurd worden. Ja. En in die wet werd geregeld dat ook constructief krediet zou mogen, maar ook zakelijk krediet. Want al die bedrijven die gewoon hun salarisbetalingen via de Postgiro deden, hadden allemaal rekeningen bij de Postgiro. Dat werd echt een goede concurrent. Ja, en die bedrijven die anders een paar dagen kwijt zouden zijn om vanuit hun huisbank
rekening het geld over te boeken. Want dat zat nog een paar dagen tussen. Die hield dus bij de PostGiro rekening geld aan om die salaris sneller te kunnen uitbetalen. En ook geld sneller te kunnen incasseren van consumenten. Accept Giro kaart in kasso's. Maar die konden nooit rood staan bij die PostGiro. Dat vond ze wel heel lastig. Als je dan een keer de dag net... Als je dan een keer net een dag die salaris wil betalen en die moet dan weer net weer. Hè? Dus al was het maar tijd. Dat was allemaal in die wet geregeld. En kwam die wet er nou? Nou, die was dus toen het kabinet er L viel, was die wet nog niet naar de Tweede Kamer verzonden. En de banken hadden dus de lobby toen al gestart. Want die hadden gezegd, nou ja, als die wet alleen constructief krediet mogelijk maakt, dat is nog tot daaraan toe. Maar als je zakelijk krediet gaat geven aan de bedrijven, wat nog steeds de banken hun kernbedrijf vonden, dan ga je echt de Rubicon over. Letterlijk gezegd door Batenburg. En dan trekt u de Rubicon over met de Romeinse Ovidius te spreken. En dan wordt het oorlog. Dan gaan we echt vol tegenliggen bij de... En dat hebben ze ook gedaan. Hebben ze ook gedaan. En toen hebben de L in de verkiezingscampagne in 77. Dus die wet was er eind 76. Lag klaar, maar in het begin 77, na de val van het kabinet, was daar die campagne gaande. En daar was de Postbank door, niet alleen door Duisenberg, maar ook zeker door Den Uylen van Tijn, tot hervormingsvoorstel verklaard. Tot een linkse bank, vegen die ook die countervailing power en zo. Ja. En dat staat met de grondpolitiek en met de vermogensaanwasdeling en de ondernemingsraad, machtsvergroting, waren dat de vier hervormingsvoorstellen. En dat gaf natuurlijk toen de Uyl weliswaar de verkiezingen won met 10 zetels winst, maar nog steeds het VVD en CDA in meerderheid konden bij elkaar konden sprokkelen in de Tweede Kamer, een beetje à la nu. Toen was inderdaad, toen het kabinet van Achtwiegelen in het zadel zat, was het ja, die Postbank was een PvdA-hobby en een links hervormingsvoorstel. Dus nee, die Smit-Kroes toen nog, die zei van waar ik bij aanwezig was, mijn partijgenoten krijgen een rood waas voor de ogen als ze het woord Postbank hoorden. En die was van Verkeer en Waterstaat en daar viel KPN onder? Ja, ze was eerst staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en daar viel de PDT onder, toen nog PDT. En dus ook nog die PostGiro, zolang de Postbankwet nog niet door de Kamer was, was de PostGiro nog van PDT. En zij kon hem tegenhouden? En de Rijksontsparing was dat minder. Dus zij kon tegen de collega van Financiën van der Stee zeggen van, die Postbankwet van Duisenberg, die moeten vooral niet naar de Kamer sturen. Dat is een linkse wet, daar krijg je een rood waas van. En jouw CDA vindt het ook niet leuk. En de banken waren natuurlijk zwaar aan het lobbyen. Ook vanwege het oversteken van de Rubicon, et cetera. En dat die wet regende ook zakelijk. Dus hoe lang heeft dat uiteindelijk nog geduurd voordat die wet er wel kwam? Het had dus in 77 moeten gebeuren, hè, in de Kamer, eind 76, 77. En dat heeft tot 86 geduurd. Bijna 10 jaar. Ja, hij is eind 85 door de Tweede Kamer gegaan. Daarna december 85 door de Eerste Kamer. Dus 1 januari 86 was hij dus feit. En welk kabinet heeft dat dan gedaan? Nou, toen was het nog steeds geen PvdA in de regering. Dus toen was het wel weer een CDA-VVD-kabinet. Met Lubbers als premier. Maar Ruding als minister van Financiën. En mevrouw Smit-Kroes inmiddels, Nelly, als minister in plaats van staatssecretaris. Was inmiddels opgenomen tot minister. Maar had de PDT had ze geclaimd dat ze dat ook bleef houden. Dat ze niet naar de nieuwe staatssecretaris ging. Dat vond ze veel te leuk. En toen heeft inderdaad Ruding, die natuurlijk uit bankwezen kwam, bij de Ambronenraad van Bestuur gezeten had, maar ook wel bij het IMF, ook wel in de overheidskant gezeten had, en had ook bij Financiën gewerkt als ambtenaar. Die zei, ja, wat er ook van vinden, ik ook als Amro, particuliere bankier, maar er moet een oplossing gevonden worden. Die kan die zaak niet laten wegpieteren. En dat die Postgiro RPS straks zijn klanten kwijtraakt, omdat ze niks anders kunnen verkopen aan die klanten, terwijl de banken dat wel kunnen. Dus die moet niet verder verpieteren. We moeten er iets mee doen. Okay, Ruding heeft dus gewoon de volgende stap gezet. Maar hij heeft wel toegezegd als eis. Dan halen we die doelstelling concurrentievoordeling halen we eruit. Dat halen we eruit. Dat willen de banken niet. Bovendien, in de praktijk is het natuurlijk wel gebeurd. Want het heeft toch wel zo gewerkt. Maar het werd niet meer als doelstelling in de wet geformuleerd. En B, hij moet geprivatiseerd worden. Hoe vond je dat nou? Jij zat daar als ambtenaar. Je hebt jarenlang gewerkt. Die wet was klaar. Wat heb jij in die andere 10 jaar gedaan? Want je kon er niks aan doen. Nee. Maar ik vond het toen het kabinet de Uyl viel en die wet op de plank kwam te liggen. En niet doorgestuurd werd. Was mij ook een beetje de lol eraf op financiën. Bovendien, ik had het wel kunnen regelen. En dat was, oké, als dan dus die wet lang gaat duren. Maar constructief krediet is toch minder omstreden dan zakelijk krediet. Ja. Dat was nog voor de Rubicon, zou ik maar zeggen. Kun je dan niet een klein wetje alvast naar de Kamer sturen. Waarin dus de persoonlijke leningen, constructief krediet,
wel alvast, net zoals de hypotheken, alvast mogen. Maar er was een heel klein wetswijzigingetje voor nodig. Dat in die beleggingswet, dat ook blanco leningen naast hypothecaire leningen zouden mogen. Okay, dus dat is wel gelukt. Dus ze konden wel gaan concurreren. Van 4 regels. En die is geruisloos in 1977. Nog net, toen het kabinet misschien al demissionair was, of net van 8, is dat nog door de Kamer heen. Wat ging jij toen doen, daarna? Toen was dat was het maximaal wat er kon worden bereikt, want verder kon er dus niks. Nee, dus en toen ben ik, dat had ik eigenlijk een beetje gehad op financiën. Ik woonde in Amsterdam, ging met de trein elke dag naar Den Haag en ik had het ook, dat wel een beetje gehad. En toen ben ik bij de gemeente Amsterdam, kon ik bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, met name werkgelegenheidsbevordering, arbeidsmarkt, echt een beetje buiten mijn banksfeer. Maar dat was een vacature en ik woonde in Amsterdam en ik kon lopen naar het stadhuis. Ik had net kleine kinderen, dus kon ik zelfs nog tussen de middag even thuis, nog even over de bol aaien en zo. En ik was ook via de PvdA ook nogal behoorlijk verbonden met een aantal wethouders in Amsterdam. Dus niet dat die baan heb ik gewoon zelf via een advertentie. Heb ik gesolliciteerd en ik ben ook als ambtenaar aangenomen. Niet als politicus, maar ik had wel die affiniteit. Maar ik was er nog geen 2 jaar op die economische zaken, arbeidsmarkt. En toen zei de burgemeester en de wethouder financiën, wij hebben hier een gemeentegiro. En die is eigenlijk voor ons geen core business. Die is ooit opgericht om allerlei betalingen voor de gemeente en gemeentebedrijven te regelen. De burgers konden ook rekeningen openen en daar ook salarissen betaald krijgen. Dat geld van die gemeentegiro is een leuke financiering voor de gemeente Amsterdam. Want er staat zo'n miljard op die 300.000 gemeentegiro-rekeningen. 330.000 staat een miljard betaald. Maar ook wat spaargeld, want die hadden ook naar een spaarrekening. En dat miljard werd gewoon gebruikt door de gemeente als financiering tegen een lage rente. Want ze hoefden alleen maar de kosten van die gemeentegiro te betalen. En dat was veel goedkoper dan het geld. Dus waarom wilden ze het kwijt? Nou ja, ze vonden het eigenlijk geen core business. En als er nou toch een postbank aan zat te komen, hoorde het daar eigenlijk meer thuis. Mits dan dat miljard werd teruggeleend aan de gemeente tegen dezelfde softe, rente als het al was. Toen zei dus de burgemeester Sam Kalde en de wethouder van Financiën Zinnige, die ik laatst met name ook redelijk goed uit de PvdA kende, ga jij dan maar als ambtelijk secretaris met die onderhandelingen meedoen, want je hebt het bij Financiën allemaal meegemaakt, dat wisten ze in mijn voorgeschiedenis. Dus ik kwam daar weer al die postgiro en RPS mensen tegen, ook van Financiën, met opvolgers bij ze spreken. En die na een half jaar onderhandelen is in zomer 78, heeft de gemeenteraad onderhandelingsresultaat goedgekeurd en ging die gemeentegiro dus in ruil voor het miljard zachte lening naar de postgiro over. En ik was dus weer dus voor mij was dat weer een gesloten dossier. Ik was weer terug, wat ik trouwens toch steeds was blijven doen, op die afdeling Economische Zaken. En toen zei de directeur van de RPS tegen mij, die ik dan bij de afloop van die onderhandeling nog een handje gaf, er is een advertentie volgende week in ESB, Economisch Statistische Berichten. Dat deden ze heel chic niet. Heb ik ook gelezen. Ja. En we zoeken een adjunct directeur commerciële zaken. Schrijf het maar op, ik kan je niks toezeggen, hangt af van wat er verder op schrijft, maar solliciteer maar. Dat heb ik gedaan. Was voor welke rol, van wat voor bedrijf? Bij de postgiro. En inmiddels al nauw met de RPS verbonden, want die postgiro RPS hadden, toen die postbank maar bleef duren, toch al een soort personele unie gemaakt. Dus de meeste functies waren al dubbelfuncties. Maar die advertentie stond daar en Matthijs zei tegen mij, mijn latere baas, solliciteer maar, we garanderen niks en het hangt af van wat we van andere kandidaten kunnen krijgen. Nou, toen moest ik naar Den Haag, toen naar de PDT nog. En er was een sollicitatiecommissie waar ook de directeur van Rijk van Spraak in zat, maar ook hoofdpersoneelszaken PDT. En er waren 3 kandidaten, ik was de eerste en ik ging de gang op en ik werd binnengeroepen. En toen zei ze, ja, je hebt leuke dingen gedaan en niet zeker relevante ervaring, maar je bent 31... En je hebt op het stadhuis van Amsterdam heb je 2 medewerkers. Dat had ik nog een beetje naar boven afgerond, bij wijze van spreken. dus je hebt geen leidinggevende ervaring. Dat is voornamelijk, je hebt wel bankervaring. En we hebben hier een directoraat van 100 mensen bij commerciële zaken. En de directeur heeft een grote span of control, moet een adjunct hebben. En ja, niet-ending. Dus ik ging weg, zag op de gang nog andere mannen zitten en daarna is er nog een andere geweest die naar mij kwamen. Er waren dus 3, ik zat in de eindronde met 2 anderen van buiten. Of van buiten, die niet van financiën of whatever. En toen werd ik die volgende ochtend gebeld door die
niet door de directeur van de Rijksverzuiming, maar door die directeur waar ik adjunct van zou worden, dus de directeur commerciële zaken. En die zei van, die was ook bij dat sollicitatiegesprek, die kende ik zelf niet van die onderhandeling, want die was net van de AMRO, als die bij de Postgiro gekomen, die hadden ze van buiten ook binnengehaald. Mm-hmm. En die belde op en die zegt, ja, Dries van der Beek, hij zegt, ik heb je gisteravond proberen te bellen al, maar je telefoon is steeds in gesprek. Toen had mijn zoontje van een jaar, die kroop over de grond, die had die hoorn van de haak gegooid of zo. Dat is heel oud in gesprek. En toen belden ze op het stadhuis de volgende morgen. En ik zat op het stadhuis. En toen zei hij, ja, kun je niet nog een keer komen praten? Ik zei, maar je bent toch afgewezen gisteren? Nee, ze komt even nou. Dus ik naar de Van Baardenstraat, waar toen nog de Rijksverzuiming, het huidige conservatorium hotel. En daartussen nog het conservatorium, het tweede conservatorium. En ik op de Rijksverzuiming. En zei ze, ja, die andere twee sollicitanten die daar ook kwamen, dat was helemaal niks. Jij had al geen ervaring, maar dat was helemaal niks. Ze zeiden het wat vriendelijker. Die hadden ook niet inhoudelijke relevante ervaring, et cetera. Er waren duidelijk mensen in het bankwezen die daar gewoon niet gemaakt hadden. Want ja, het was qua salarisverschil. Er waren natuurlijk niet echt zware sollicitanten die in het bankwezen wel carrièreperspectief hadden. Want die wouden niet voor. Want bij de Postbank verdiende je natuurlijk niet zoveel als in het echte bankwezen. Maar bij de Postbank zelf werd het later wel beter. Maar bij de Postgiro had je gewoon een ambtenarenschaal, net zoals bij financiën. Dus ik werd daar niet echt beter van. Ik vond het wel leuker, maar ik werd er niet beter van. Maar die bankjongens die hadden dus op dat niveau, die hadden veel hogere salarissen. Dus ja, dan moet je echt bij een bank zitten en het idee hebben dat je toch niet aan het hogere niveau toekwam. Dat je dus niet een perspectief had. En dan ging je wel op zoiets. Je bent dus bankier geweest, je hebt topposities gehad in de raad van bestuur van ING en zo. Hoe belangrijk was geld en salaris voor jou eigenlijk als beweegreden om een job te nemen? Nee, nooit. Ik vond het prima voor het salaris. Zeker toen ik adjunct directeur en later directeur werd. Vond ik dat een prima salaris. Dat is het was al vergelijkbaar met als ik wethouder was geworden in Amsterdam bijvoorbeeld of zoiets. Hè? Wat ook had gekund als ik in de politiek was doorgegaan. Mm-hmm. Dus zeker toen ik directeur werd. Maar het was een ambtelijk salaris. Het was natuurlijk ook ruim onder de balken en de norm. Die toen nog niet genoemd werd, maar dat is in dat denken. Maar ik vond het prima. Ik vond het goed. Dat heeft jou nooit gemotiveerd. En even uitstapje naar later. Je was op een gegeven moment zat je in die raad van bestuur en deed ING Direct. En je had in het buitenland verdienden die directeuren van ING Direct Amerika veel meer dan de raad van bestuur in ING. Ja. Hoe werd dat gevoeld daar? Ja, dat is eigenlijk ook bij ING nooit een punt geweest. Niet alleen voor mij niet hoor. Het was natuurlijk zo dat de Postbank werd, toen we Postbank werden, zelfs nog voor de privatisering, gingen de topsalarissen al behoorlijk omhoog. Zelfs over als het toen al balken en norm geweest zou zijn. Met de fusie met de NNB werd het nog weer, want die zaten weer hoger. En met de ING, toen kwam ik niet in de raad van bestuur direct, maar toen zat ik ook nog steeds natuurlijk hoger dan, ruim dan de toenmalige eventueel balken en norm afval aan letteren. En, maar ja, het was wel zo met de buitenlandse banken vergeleken, wist je natuurlijk gewoon dat het echt veel minder was. En Amerikaanse, Engelse banken, dat waren natuurlijk hele verschillen. En zelfs in de raad van bestuur van ING, toen daar kwam, maar ook voor dat ik erin zat, de buitenlanders in de raad van bestuur van ING, Amerikanen, die via de verzekeringsmaatschappijen die we over hadden genomen in de raad van bestuur waren gekomen van de groep, die verdienden de driedubbele van de Nederlanders. In dezelfde raad van bestuur. De Belgen, van de overname van Bank Bruxelles-Lambert, die verdienden ook toch bijna twee keer zoveel als de Nederlanders. Maar minder dan de Amerikanen. Maar dat Nederlanders zaten daar niet mee. Nee, we hebben dat toch, mensen als Kees Maas en Alexander Rinnekan en ik, hebben daar nooit een punt van gemaakt. Ja, het was eenmaal zo en we konden wel ieder allemaal weer naar de top. En dan zaten wij weer ver boven de Nederlandse banken. En dat was natuurlijk helemaal was dan natuurlijk de kritiek in aandeelhoudersvergaderingen over de Wim Cox en Duivelse Dilemma, et cetera. Ja. En op een manier in de Nederlandse aandeelhoudersvergaderingen werd niet gezeurd over die buitenlanders. Maar als die Nederlanders datzelfde salaris hadden geclaimd, en los of dat was gelukt, was het natuurlijk de kritiek was natuurlijk niet van de lucht geweest. Dus. Even weer terug naar, waar zitten we nu? Ergens 1980 of zo. Jij bent op een gegeven moment aangenomen en jij bent bij de Postbank, of eigenlijk de toekomstige Postbank, gaan werken. Wat ben je er gaan doen? Ik was dus 78, kwam ik daar binnen na mijn gemeentetijd als adjunct directeur commerciële zaken. Het is maar eind 78. Als adjunct directeur. In juni 79 ging de directeur commerciële zaken, waar ik dus de adjunct van was, Dries van der Beek, die dat na een paar jaar bij de Postgiro RPS met moeite het salaris had wat hij bij de AMRO daarvoor had gehad. En dat had hij lang niet in de raad van bestuur. Trouwens, bij de Giro RPS zijn ook net onder de, wat toen nog heette, hoofddirectie. En die vond die Postbank te lang duren. Daar had hij echt op gemikt dat zou weer een behoorlijke salaris gaan geven. En toen kon hij bij de Spaarbank, bij de VSB,
Reverende Spaarbank, hè, later Fortis, ja, kon hij dus ook voor dubbele salaris terecht. Want dat is zo'n stichting Spaarbank, ja, daar hoefde geen winst uitgekeerd te worden. Dus die konden die directie goed betalen. En dan hadden ook wel goedwillende commissarissen of stichtingbestuur, die ook allemaal goed verdienden. Mm-hmm. En die bank moet ook goed betalen aan de top, hè, dat is gewoon klaar. Dus die ging weg. En toen ben ik drie maanden waarnemend directeur geweest. Ik heb meteen mijn visitekaartje wel laten herdrukken, adjunct directeur naar waarnemend directeur. Mm. En ik ben ook op zijn kamer gaan zitten. Ik had wel een heel klein kamertje. Maar niet achter zijn bureau. Dat vond ik toch een beetje te veel klemmer. Ik ben aan de vergadertafel gaan zitten. Waar hij aan vergaderde. En dat heb ik toen. Ik heb later nooit mijn bureau gehad. Ik heb altijd. Maar alle late functies. Tot en met ING Direct. Heb ik altijd aan de tafel als deze vergaderd. En het bureau. Dat stond daar voor opslag. Van stapels dossiers enzovoort. Maar goed, na drie maanden. Toen hadden ze ook weer een advertentie gezet. En toen kwamen er weer de mensen uit het bankwezen. Die niet echt, het was natuurlijk nog steeds geen topsalaris. Want de directeur was beter dan een jong directeur. Maar die bankjongens die op dat niveau waren, die lachten erom en zo. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment hadden wij bezoek van de Rabo. De Rabo kwam langs bij de Post-Trio RPS, de Postbank in Spe. Vertelde dat ze eigenlijk toch wel niet meer met die andere banken mee gingen lobbyen tegen die postbank. Zonder dat het toch maar een keer gebeuren moest. En zoals zij zeiden, liever een postbank die alle rechten en plichten, ook plichten heeft. Ook belasting moet gaan betalen, et cetera. Wat wij dus niet deden. En de postzegel moesten betalen op de enveloppen. Wat we trouwens wel deden, maar dat was niet zichtbaar. Dat werd verrekend binnen de PDT. Dat hebben we liever dan gelijke rechten en plichten. Dan dat er bij de PDT iemand elke keer een koekje uit de snoeptrommel pakt. Zonder de plichten. Dat was het letterlijk woord. Ja, gewoon goede concurrentie, en dat, eerlijk. En dat werd verteld door een delegatie van de Rabo. Waar dus Lardy Noir, de voorzitter van de Rabo, zijn vicevoorzitter had gevraagd dat die delegatie aan te voeren. Dat was Duisenberg. Duisenberg is een jaar tussen Kamerlid, dat hij niet leuk vond en toen hij geen minister meer kon worden. En tussen Nederlandse Bank is hij een jaar lang vicevoorzitter van de Rabo geweest. Ook alweer een stap van de Rabo om dus als coöperatieve bank wel een socialist binnen te halen als vicevoorzitter. Terwijl het allemaal CDA was daar bij de Rabo. En Duisenberg die kwam dus met twee andere bestuursleden kwam hier naar Amsterdam toe. Lunchje bij de Giro RPS met mijn baas. En ik mocht er ook bij zitten. En met de hoofddirecteur. Met binnenkomen. Toen zei hij van, hoe gaat het ermee Hans? Toen zei ik, prima Wim. En toen zat mijn baas zo geïmponeerd te kijken. Dat de oud-minister Hans tegen mij zei. En dat wist dat ik Hans heette. En ik prima Wim mocht zeggen en zo. En toen had je de baan. En toen, het eind van de lunch, toen ging het om wie zou verder de follow-up contacten onderhouden? Want we zouden hier uit dat gesprek zouden worden, dat beetje elkaar zouden informeren, hoe die postman er verder liep. En dat moest een aanspreekpunt zijn. Bij hun was dat dan meneer Klarenbeek, uit de hoofddirectie. En toen zei mijn baas, zei van ja, bij ons is dat Hans Verkoren. Want dat is onze nieuwe directeur commerciële zaken. En dat was nog niks verteld. Dat hoorde ik zo over de lunch, over de band van de Rabo. Maar dat hadden ze al inmiddels besloten? Of is dat toen besloten? Ik denk dat ze hadden geconstateerd dat die sollicitanten van buiten toch niet waren. Ik had zelf niet gesolliciteerd. Dat durfde ik niet. En ik wou ook niet afgaan en zo. En toen hadden ze denk ik nog eens aan het punt om dat te doen. En dat die lunch heeft dat extra duwtje gegeven. Dat, misschien was het anders over een week ook gebeurd. It's not what you know, but who you know. Ja, maar misschien was het anders een week later ook gebeurd. Maar het was wel heel frappant. Verrassend dat ik zo eventjes over De band van de Rabo opeens behoorde dat ik benoemd was, wat niemand nog verteld had. Ja. Dus toen was je op een gegeven moment directeur, zeg maar, bij de... Dat was één stapje onder de Raad van Bestuur. En toen dat was in 1980, dat was in 1980. Ik was in 78 directeur, eind 78. En in midden 79 ging Van der Beek weg. En zeg maar ergens begin 80 werd ik dan dus directeur. Nou, dat ben ik gebleven tot 86. En toen kwam de postbank inmiddels. Eindelijk kwam die postbank. Eindelijk het werk wat je in 77 of 76 had afgerond. Kwam in eigenlijk gewoon 1 januari 86 tot stand. Ja. En met dan dus de amendementen die Ruding eiste, et cetera. Met de privatisering dan ingebouwd. Maar even in die tussentijd, hoe groot was de postgiro eigenlijk geworden? Nou, want hij dus tussen zeg maar 80 of eigenlijk al tussen 78 toen ik erbij kwam. En de 86 in die 8 jaar gedaan hebben, is dat die personele unie steeds dingen dichter bij elkaar schoven. Dat kon niemand ons verbieden om mensen dubbele functies te geven. Dat ze in dienst bij beide waren. Bij beide welke organisatie? Postgiro en Rijksbond Spaarbank. Okay. De gemeente Giro was inmiddels helemaal deel van de Postgiro. Maar elke
zeg maar, afdeling, hè, of dat commerciële zaken was, mijn afdeling, of dat het de technische afdelingen waren, hè, de productieafdelingen, de betalers, die gingen ook dus... Dus eigenlijk in de tussentijd hadden jullie die hele postbank al gemaakt? Als apparaat, hè, was de hele IT, werkte inmiddels voor en voor de Giro en voor de Rijksbespaarbank. En betalen ze een keer wat er toch al, wat al diende om het spaargeld voor de Rijksbespaarbank binnen te loodsen. De beleggingen, die gebeurden al samen, dat was eigenlijk al van oudsher. Dat was altijd al... Ja, maar eigenlijk zeg je, van de Tweede Kamer had niet besloten, maar eigenlijk de ambtenaren eronder hadden het allemaal al geregeld en zelfs al gewoon ingevuld. Ja, kijk, de Tweede Kamer heeft natuurlijk ook gevraagd van of ze voor of tegen een fusie waren van twee overheidsbedrijven. De Tweede Kamer was natuurlijk vooral besluit in die postbankwet. Ja. A, willen we ze die, ook die zakelijke kredieten geven? En die consumptievrienden was al geregeld met dat kleine wetje intussen. B, mogen ze effecten gaan doen. C, mogen ze bijvoorbeeld Zwift, mogen ze lid van Zwift worden. Dat is ook zoiets. Hè? En dus, het internationale betalingsverkeernetwerk, wat elektronisch was, wanneer kwam dat? Dat is ergens in 67 is dat... er was in dezelfde tijd dat de Bank Giro Centrale door de banken werd opgezet om het binnenlands betalingsverkeer... ook om de PostGiro weer te kunnen inhalen of te kunnen bijtrekken, de been te kunnen bijtrekken. En hetzelfde jaar dat de Eurocheck is ingevoerd door de banken en de PostGiro, de Giro betaalkaarten, is ook dus voor het internationale betalingsverkeer is Nederland vrij leading geweest bij dus de andere banken in Europa bij elkaar te halen en later de banken in de US om dus via een elektronisch systeem, hè, voor een, is toch zeg maar een online systeem. Ja. Betalingen te gaan doen, uit te wisselen in plaats van met papieren, checks en zo, hè, over de aardbol. Dat is eigenlijk in 67 waren computers snel genoeg en netwerken snel genoeg om dat mogelijk te maken en dat is ook snel ingevoerd. Dezelfde computers die de PostGiro in 60 binnenhaalden om het betalingsverkeer in plaats van handmatig, en waardoor dus die van honderdduizenden Giro-rekeningen de PostGiro naar miljoenen Giro-rekeningen kon, ja. En dat salarisbetaling, dus het loonzakje kon afschaffen. Ja. Diezelfde computers van IBM zijn dus in 67 door de banken gekocht, zij het dan 6 jaar later... A, voor het binnenlands betalingsverkeer om de bankgirocentrale, dus met de postgiro te kunnen matchen. En B, om ook het buitenlands betalingsverkeer te regelen. Dat was toen verder. Was dat een grote verandering eigenlijk, dat die computers er kwamen, dat alles niet handmatig kwam? Wat betekende dat? A, dat je, dus wat betreft de klantenbestanden, dat je dus A, onbeperkt transacties kon doen voor die giro-rekeningen, wat al vroeger al met de hand gebeurde met boekhoudmachines, waardoor er een giro-rekeningen stop was in de 50e jaren. Want ze konden niet genoeg personeel aannemen om dat bij te houden. Hè. En dan moesten ze naar Arnhem toe. En toen was Arnhem ook de arbeidsmarkt was weer uitgeput en zo. Hè. Dus, en toen opeens kon je onbeperkt dus de rekeningen openen. Zowel die rekening qua transacties, maar ook qua bestand. Je kon ook, nu had natuurlijk een rekeningbestand dat je alles van die klant wist. En ook die cross-selling kon... Dus de prijs ging ook dramatisch omlaag eigenlijk. En wat natuurlijk heel mooi was, hè, omdat je die klantenbestanden had, kon je ook meteen die klanten, ook via bijsluiters bij de giro-rekeningen, ook dan weer een spaarrekening aanbieden. Dat hoef je niet allemaal handmatig te doen. Dat ging allemaal in één grote uitdraai. Iedereen die nog geen spaarrekening heeft bij de RPS, die krijgt bij de giro-afschrift een spaaraanbod. Degene die al wel een RPS-spaarrekening had, die werden dan uitgezeefd. Die ga je niet iets aanbieden wat ze al hebben, maar dat was allemaal fantastisch, die toepassingen. Jullie waren echt gewoon, als PostGiro waren jullie 6 jaar eerder dan de ABN AMRO's, de Rabobanken en al die grote banken. Ja, we waren al 6 jaar eerder wat betreft dat miljoenen, het aantal Giro-rekeningen, maar ook dat centrale bestand. Want de andere banken hadden bestanden per filiaal. He, dus die hadden alle klantenbestanden helemaal gedecentraliseerd per filiaal opgebouwd vanuit, zeg maar, nou ja, vanuit nul als filiaal geopend werd. Waarom was zo'n PostGiro dan veel innovatiever eigenlijk? Omdat ze moesten, omdat ze voor de consument werken, het moest goedkoper? De postkantoren waren natuurlijk een minder klantvriendelijk net dan de bankkantoren die probeerden hun klanten aardiger te bedienen en ook te cross-sellen aan de balie. Nou, ik kon niet aan de postkantoor vragen om aan het loket nog te gaan cross-zetten. Dat moest erg centraal gebeuren. En liefst dan met geautomatiseerde uitdraaien en met bijsluiten. En we hadden die klantenbestanden ook centraal. We hadden niet bij de postkantoor hadden we een aantal rekeninghouders. En als je bij de PostGiro... Eigenlijk was je zwakte, die werd een sterk. Zeker met op de ontwikkeling op termijn naar gewoon alle latere toepassingen. Van cross-cellen, et cetera, en dus later het internet helemaal. Zat je dus op een veel betere golf
Hoewel het de zwakte was van die niet prettige postkantoren, zou ik maar zeggen, niet al te klantvriendelijke postkantoren. Andere was zo, de gebeurde, nou, was ook relatief, was er weinig aan gedelegeerd. Dus je had ook weinig minder last van. En als een klant van de Postgiro normaal gesproken bij zijn werk in de buurt naar een postkantoor ging om geld op te nemen. Maar hij ging nu een keer op zijn vrije dag, ging in zijn woonplaats naar een postkantoor. Het maakte geen bal uit. Hij kon overal terecht. Terwijl bij een bank... Oh, wauw, wat een innovatie. Nee, moet je bij ons kantoor zijn. Ja. Die wilde dat ook nog in het lengte van dagen, wil je dat weten. Oké. Okay. Ja, en hey, even opbellen. En opbellen en zo. Nee, dat... Moet je bellen naar het andere kantoor of die land goed voor zijn geld was, weet je wel? Hé, hey, 86 was eigenlijk alles al klaar. En toen ging het door de 1 januari was het klaar. Wat gebeurde er toen met de organisatie? Wat gebeurde er met jou? Nou, toen is dus 86... heeft dus... minister van Financiën was leading, want die wet was door de Kamer met de clausule, die had Ruding wel gehandhaafd, die had hij van Duisenberg overgenomen en van Nelissen, dat Financiën leading was. Maar alleen de concurrentiebevordering eruit en de privatisering erin, in het wetsontwerp. Er waren nog wat beperkingen door Ruding wel ingebakken. Dat mocht nog niet onmiddellijk alles, maar goed, eigenlijk sommige dingen mochten pas na de privatisering. Dus het was ook ons een prikkel om maar goud te privatiseren door met de NMB. Waarom wilde de overheid er vanaf eigenlijk, van die postbank? Ze wilden eerst een postbank maken en dan meteen privatiseren. Was dat ideologisch of was dat iets anders? Het is ideologisch. Hè? Dus zoals Duisenberg zegt, die postbank als hij eenmaal sterk is geworden en dus met de nieuwe wet al die nieuwe producten mag gaan doen. En dan gaat lekkerder gaan concurreren met de andere banken. Zoals met de Ruding was het van nee, als die postbank zoveel meer mag, wat ik wel geloof dat uiteindelijk nodig is. Als alleen maar om te overleven, dan moet het ook uit de overheid weer weg. Dan moeten niet de overheidsbedrijven concurreren met op een markt die niet meer des overheids is, et cetera. Even ideologische vraag. Die postbank was super innovatief, hartstikke laag, goed voor de consumenten. Als je nou kijkt, dat moest geprivatiseerd worden. Je hebt als ambtenaar heb je gefunctioneerd. Kan een overheidsbedrijf gewoon goed en efficiënt producten leveren? Hoe kijk jij daarop terug? Nou, dat is het grappige. Je ziet vaak dat als de overheid in een soort uitvoerende, marktachtige dienstverlening treedt. Bijvoorbeeld noemen we wat de Rijksmunt. Met de munt, dat wil ook onder financiën, hebben we ook nog mee te maken gehad. Dat was natuurlijk inefficiënt als de pest. En ouderwets, et cetera. En dat was een gedoe altijd. En daar was gewoon... En het paspoort, hè, toen de overheid op een gegeven moment het paspoort onderuit ging en zo. Ja. Binnenlandse zaken. Daar hadden ze gewoon geen gevoel voor. En er was ook geen concurrentie natuurlijk. Ze werden ook niet geprikkeld door een concurrentie. Maar die Postgiro was altijd goed opgezet. Ook toen hij nog haast monopolist was. Zo vanaf 1918. Ook toen het nog maar allemaal met de hand ging. Dat zat toch een soort cultuur en ingebakken. En dat was ook een hoofdproduct. Dat was niet... Kijk, voor binnenlandse zaken is zo'n paspoort ook een beetje van ja... Een beetje een uitvoerende kwestie. De beleidsambtenaren die hebben daar niet echt belangstelling voor. En de uitvoerende mensen zijn te zwak om gewoon een goed paspoort te maken. Maar onder welke voorwaarden kan de overheid nou gewoon wel goede, efficiënte dienstverlening doen? Nou, ik denk dus dat zo'n postgirobedrijf met een hele eigen bedrijfscultuur van efficiënt opereren. Dat is onze core business. En niet van, we zijn een soort wormvormig aanhangsel. Zoals het paspoort van Binnenlandse Zaken en zoals de Rijksmunt van Financiën. Het is echt binnen PDT, hè, de telefoon, de telefonie. Post en geldverkeer. Geldverkeer, postverkeer en telefoonverkeer. Dat waren gewoon bedrijven die weliswaar van de overheid waren, maar wel een soort core business hadden van de oprichting. Dat is gewoon je... Ja, maar PTT duurde echt maanden om een telefoon te krijgen, aansluiting. Dat kwam om de financiering, hè. In de 50e jaren mocht de telecom niet financiering aantrekken op de kapitaalmarkt, maar die mocht alleen maar financieren uit zijn eigen winst. En die toenemende vraag naar telefoontoestellen. De centrales bleven dus achter, omdat er niet geïnvesteerd geworden op nieuwe centrales. Dus er hadden heel goed geld aan worden verdiend. Dus de telecom zat in de 50 jaren wachtlijst voor telefoon. Postgiro, hetzelfde verhaal, die mocht ook niet investeren. Wachtlijst voor giro-rekeningen. En toen kwamen de IBM-computers in 60, begin 1960. En toen was dat financieringspunt, toen heeft er een keer minister van Financiën heeft dat opgegeven. Dat de telecom, maar ook Postgiro... En ook post voor postsorteercentra, et cetera. Die mochten nu investeren in automatisering. Als het maar een bedrijfseconomische, winstgevende case was. Maar niet meer alleen maar uit eigen ingehouden winst. Dat was van tafel. Dus wanneer kan nou een overheidstaak gewoon goed en efficiënt door de overheid zelf uitgevoerd worden?
En geloof jij dat alles, zeg maar, geprivatiseerd moet worden van zoveel mogelijk overheidsdiensten? Ik ben het helemaal eens doorgeschoten. Ik bedoel, nogmaals, dat de overheid bepaalde dingen beter niet kan willen doen. Dus zoals een goed paspoort maken of die Rijksmunt. Althans, dat voor een deel ook wel moet op armslengtes moet zetten. In plaats dat daar een ministerie daar de baas loopt te spelen, terwijl die geen gevoel of verstand van hebben voor uitvoering. Maar dat de overheid bepaalde taken privatiseert, ook duidelijk. En nogmaals, ze hebben de Rijksmunt en ze hebben de dingen pas voor die geprivatiseerd. Ze hebben het wel. Ja, maar nu is het schering en inslag. En nu gaat het over zorg. En nu gaat het over. Ik vind dat er veel te veel doorgaat door met privatiseringen. En ook dingen waar het gezin heeft. Bijvoorbeeld een loodswezen, bijvoorbeeld. Dat is een compleet monopoliebedrijf. Je mag alleen maar als schip door het Zeekanaal binnen. Of de Nieuwe Waterweg. Als je loods. En er is maar één club die dat mag doen, is loodswezen. Ja. Nou, wat heeft er voor zin om dat te privatiseren? Dan gaan ze misschien commerciële doelstellingen najagen. Dan worden alleen maar die loodsen te duur. Terwijl er toch dat is geen concurrentie om dat gewoon af te straffen. Ja, dus dat was ook een lachgebiedisering. En er zijn er veel meer voorbeelden. En dat is ook, dan kan je zeggen betalings- of bankwezen, want inmiddels was Postgiro, dus Postbank meer dan betalingsverkeer, bankwezen, is dat de kerntaak voor de overheid. En zelfs als je niet die kind of inner power missie eraan geeft, maar je zegt, nou, hij moet gewoon. Heb je in een markt. En met de latere bankcrisissen was het verdomd prettig geweest als het nog een overheidsbank was geweest, waar de mensen zich hun spaargeld. Ja, dat hebben ze toch gedaan dat we tot 100.000 euro kregen we van de belastingbetaler, kregen we alles terug. Goed, maar mensen gaan nu alles spitsen over meer banken en zo. Ja. Als er nog een overheidsbank was geweest, dan had je bij één bank kunnen blijven. Ja. Maar goed, nogmaals. Maar goed, uit ideologisch oogpunt is het toen. Ik vind de postbankprivatisering niet de meest gekke. Dat je zegt, bepaalde doelstellingen hebben we als overheid onze taak vervuld vanaf 1918. Dat betalingsverkeer met de bankierencentrale kan ook nu door de markt worden gedaan. En als de postbank daar nog een gezonde concurrent is, ook in de markt. Hè, en misschien is het dan wel iets netter als je dat dan ook als dat de overheid niet te veel zelf concurreert met de markt. Dat hangt van je liberale visie af. Okay, maar dus ik vond niet de meest slechte privatisering. Je kan wel afvragen of de overheid de maximale prijs ervoor heeft gekregen. Want met de fusie met de NRB was het een hele steggel. Of dat 50-50 zou worden wat wij wilden. Okay, gaan we daar even, toen die postbank is dus netjes opgezet vanuit 86. En wanneer was dat klaar? Nou, dus 1 januari 86 ging die postbank van start. Ja. Toen heeft Ruding, die leading was. En die doelstelling privatisering, dus nog steeds, die in de wet was ook goedgekeurd door de Tweede Kamer. Bepaalde productbeperkingen die de Postgiro toch al lastig vond, die pas mochten na de privatisering. Ja. Dus sommige dingen konden we al meteen gaan doen. Bijvoorbeeld zakelijk krediet, dat komt meteen. Zelfs met Ruding in de Tweede Kamer is dat ook goedgekeurd. Maar bijvoorbeeld effecten mochten pas na de privatisering. Okay. En dat was ook weer lastig, je klant geen effecten kon. Maar wanneer begon die discussie? Wanneer begon die discussie dan over privatisering? Begon die meteen of is dat later pas? Nou, eerst wel waar de overheid een raad van bestuur in het zadel hebben, die ze vertrouwden en waar ze ook vonden dat capabel genoeg was om die uitbouw van die postbank ook straks naar de markt toe, naar een privatiseerde postbank, die dat aan zou kunnen, met ook de goede ervaring. En ook met de raad van bestuur en een apparaat eronder, die ook dan wel bereid was om loyaal te zijn naar de privatisering op termijn. Maar ook inderdaad wel de stappen die al gezet konden worden in de nieuwe wet, zo'n zakelijke kredietverlening, dat ook aan zou kunnen. Dat niet in, wie was de belangrijkste persoon in de raad van bestuur en de raad van commissarissen? Nou, toen heeft Ruding, leading, met zijn topambtenaren en met een tegenstribbelende PDT, die niet leuk vond dat het nu allemaal die postbank daar wegging. Maar de directeur-generaal van PDT, toen maar meneer Wit, de voorganger van Wim Dix, zeg maar, dus de laatste PDT-directeur-generaal, voordat KPN ook geprivatiseerd werd en meneer Dick kwam. Dus Wit en voor Dick. Maar die was al heel loyaal, dus die zei, oké, dat is helemaal door de Kamer goedgekeurd dat het uit de PDT gaat. De dagelijkse gang van zaken, ik ken beter dan financiën, die Postgiro met name, dat zijn mensen die wij van binnenuit gewoon natuurlijk uit PDT goed kennen, weten ook wie daar de sterke en zwakke figuren zijn. Dus die hebben samen op tafel gezeten. En Wit mocht dan zeg maar, de boodschap gaan overbrengen naar Amsterdam vanuit Den Haag. Amsterdam, de postbank hoofdkantoor, Haarlemmerweg. En in dat gesprek heeft ook Nelly deelgenomen natuurlijk. En heeft dus Ruding aan deelgenomen en de tesorier-generaal van Financiën. En toen is gezegd, nou, we halen van buiten een nieuwe voorzitter. Want we zien toch niet dat de huidige top van Postgiro RPS, waar trouwens de toenmalige voorzitter, die was al 64 geloof ik. Okay. Wie is het geworden, Hans? Kom op. 62 was die.
En er zitten wel wat jongere jongens onder die wel wat kunnen. Maar voorzitter, dat zie je daar niet van uitkomen. Dus we gaan op zoek naar een commerciële bankman van buiten. Nou ja, goed. Alle topmannen van raden van bestuur van ABN AMRO, ABN of AMRO of NMB of wat er verder, Rabo. Dat was toch niet dat die nog dat zou opgeven voor zelfs niet lid van de raad van bestuur voor voorzitter van de Postbank. Er is toch wel een beetje op neergekeken. Bovendien, de salaris van de Postbank was weliswaar, zeg maar, voor de top verdubbeld ongeveer bij de ambtelijke salaris vergeleken. Maar nog steeds niet wat de banken betaalden. Dus toen gingen ze naar een kleinere bank kijken. Want voor een kleinere bank zou er wel iemand toehabend zijn die dat nog wel interessant vond. En toen vonden ze Van der Lucht bij de Nederlandse Kredietbank. Die inmiddels is overgenomen door Chase Manhattan. En Van der Lucht had nog een 3-jaarscontract bij Chase Manhattan na de overname van zijn Nederlandse Kredietbank. En dat 3-jaarscontract had hij nog 8 maanden van te gaan. Dat moest je ook echt afmaken. En daarna zouden ze hem naar Brazilië sturen of zo, als volgende contract. En daar had hij ook geen zin in, eerlijk gezegd. En Van der Lucht ging het qua salaris niet op vooruit, misschien wel ietsje op achteruit, maar hij was dan wel meteen topman van een 10 keer zo grotere bank. Ja. Dan de Nederlandse Kredietbank. Hoefde niet naar Brazilië. En hij kon er wel, maar hij moest wel die 8 maanden afmaken. Dus toen heeft Ruding Duizenberg gevraagd Van der Lucht te benaderen. Duizenberg was natuurlijk ook helemaal betrokken in het spel van wie moeten we nou vragen, et cetera. En die kende ook Van der Lucht. Want de bank had ook elke week hadden ze een overleg met Duizenberg, met de president van de Nederlandse Bank. Ook de kleine bankvoorzitters, hè, want de kleine bankvoorzitters leverden de penningmeester van de bankiersvereniging. En de grote bankvoorzitters leverden het voorzitterschap, roelerend. Hè. Dus Nedes, Hazelhoff en zo, en ABN AMRO. Dus Van der Lucht werd gevraagd en die heeft ja gezegd. Maar ik moet nog 8 maanden, ik kan pas 1 september beginnen. Terwijl 1 januari moest er al voorzitter zijn. Ja. Nou, dus met hulp van Van der Lucht, die mocht zelf meebeslissen over de andere 4. Die onder hem zou. Zijn er nog 2 van buiten gevonden? Automatisering, Rinus Minderhout. En zakelijke kredietverlening, Herman Unger. Die zat bij de Rabo. Had daarvoor, onder de raad van bestuur. Had daarvoor bij Stavenburg gezeten. Rinus Minderhout, was hij niet voor het Barclay uiteindelijk verantwoordelijk of zo geworden? Voor Barings. Ja, het ging helemaal fout. Ja. Dat was zijn ding. Oké. Okay. Dus hij is begonnen als ICT-man bij de Postbank. Hij was ICT-man bij IBM een tijd lang, maar meer commercieel. Hè. Daarna is hij bij Renk Serums, is hij ook commercieel, heeft hij functie gehad. Daarna bij Centraal Beheer. Daar deed hij wel de automatisering. Maar hij was in feite ook toch commercieel. Hij is niet echt veel van automatisering af, in mijn ogen. En toen heeft hij bij de Postbank via een headhunter verkocht voor automatisering en personeelszaken. En ook administratie, betalingsverkeer, zeg maar. Uitvoerend betalingsverkeer. Ik was commercieel betalingsverkeer. Dus Minderhout van buiten. In die 8 maanden dat Van der Lucht nog niet binnen was, 1 januari tot 1 september, is Minderhout gevonden, ergens in augustus of zo, vlak Van der Lucht zelf kon. Is de ene, dus Unger, die van Slavenburg kwam en de fatsoenlijkste man was, misschien wel de enige fatsoenlijke man bij Slavenburg. Maar die was daar, omdat hij zo fatsoenlijk was hij naar de Rabo gegaan. Door Lardinois, maar onder de hoofddirectie zien we ook wel graag. Was trouwens nog een studievriend van Ruding, et cetera. Heel heeft ook wel geholpen. Toen hadden ze 3, de nieuwe voorzitter van de Lucht en dus Minderhout en Unger. Ja. En toen zeiden ze er ook wel mensen van binnenuit. Het moet niet alleen maar 5 parachutisten. En er waren er 2 die dadelijk voor de aanmerking kwamen. Dat was ik vanuit zijn retail banking, ja. Betalingsverkeer en ook sparen en dat soort producten. Constructief krediet en een andere collega, die was de belegger, de jongen die treasury deed en beleggingen, Kees Scholtes. Mm-hmm. En wij zijn toen van binnenuit gepromoveerd naar de raad van bestuur met dus 3 mensen van buiten. En zo zijn we met z'n 5. En dit was in, ja, uiteindelijk was die raad van bestuur klaar wanneer? In 1989 of 88? In 86 was de Postbank daar. Ja. Toen is nog even de directeur-generaal van PDT Leeman van zijn pensioen. Ja. Die heeft nog even als een soort. Wanneer was het klaar, Hans? 1 september 86 was dus de voorzitter binnen. Heel snel daarna waren ook Unger en Minderhout binnen. Unger zelfs wat eerder ook zelfs dan de voorzitter. En binnen een paar maanden waren Scholtes dus dichter. In 86 was jij eigenlijk toegetreden tot de raad van bestuur van de Postbank. Eind 86, begin 87, wil ik afwezen, was de raad van bestuur compleet. Begonnen ze toen ook meteen met die privatisering om zoeken naar kandidaten? Want al die grote banken dachten van, hey, dat is natuurlijk toch hartstikke mooi om zo'n bank te hebben. Dus waarom is eigenlijk die kleine NMB daarmee vandoor gegaan? Nou kijk, in de eerste plaats, de oorspronkelijke gedachte was natuurlijk van Ruding, we gaan gewoon een beursgang, we gaan die post naar de beurs brengen. En die nieuwe raad van bestuur heeft natuurlijk ook meegekregen dat ze dus competent moeten zijn om die bank zo goed klaar te maken voor een beursgang, dat die ook de nieuwe producten, dat het niet zou mislukken met bijvoorbeeld de zaakkredietverlening is natuurlijk niet een peulenschil. Hè? Mm-hmm.
om het op te zetten. B, dat ze ook dus zouden loyaal zijn naar de privatisering. Toen daar ze daar klaar voor waren. Dus zij begonnen zelf al heel snel met elkaar te praten. Wat willen we nou? Hoe doen we dat nou? En hoe zijn we er op tijd klaar voor? Wie hebben we nog weer nodig voor nieuwe mensen in de subtop om dat voor elkaar te krijgen? Want van de subtop was van een deel van de subtop was ook door Ruding en Smit-Kroes en Corwit. Die waren ook verteld op 1 januari van jullie gaan zelfs voor de subtop. Ga je met vroeg pensioen? En ook de oude hoofddirectie. Eentje ervan, die man van 62, de voorzitter, die mocht er nog 2 jaar blijven. In feite heb ik daar nog even op moeten wachten dat hij wegging. Maar de anderen werden meteen weggedaan. Dus dat was allemaal. En toen, toen gingen wij strategiedagen beleggen met elkaar. Van hoe willen we de privatisering? Willen we naar de beurs toe, et cetera? En dat gingen wij vervolgens, als wij eruit waren, gingen wij naar financiën. Aan Ruding uitleggen, die onze enige aandeelhouder was. En die ook dus gewoon onze jaarvergadering kwam dan de enige aandeelhouder. Ruding kwam dan langs. Om het dividend goed te keuren, et cetera. Samen met. Want het was een winstgevende bedoeling. Ja, wat kwam daar per jaar vanuit? Nou, in het beginjaar kwam daar. Het was al voor de privatisering van Schio RPS. Daar werd toch tussen 500 miljoen en 1 miljard gulden winst gemaakt. En dat liep alleen maar op. En wat was het toen? Wat voor een budget hadden we toen, zeg maar, van de overheid? Wat gaf de overheid uit? Nu geven ze 300 miljard uit. Maar wat geven ze? Toen was die een stuk kleiner. Ja, dat was denk ik 100 miljard gulden. Ja, dus bijna 0,5% tot 1% kwam er uit die. Ja. Dus dat is een mooie melkkoe. Ja, ja. En dat was natuurlijk het netto dividend en de belasting. Want wij gingen ook belasting betalen. Dat was natuurlijk ook al af. Hè? Dus daarvoor betaalden we geen belasting. Dus. Maar in ieder geval, wij hebben dus die strategie-sessies gehad en wij kwamen tot de conclusie. En dat gingen we dan vervolgens verkopen aan Ruding en de Teser-generaal, die we ook dan zagen bij de jaarvergadering. En dat het niet naar de beurs kon, dat zou zeker 4-5 jaar kosten. Eer we gewoon die zaakkredietverlening bijvoorbeeld voldoende opgetuigd hadden met een kantorennet. Want ja, zaakkredietverlening, binnen een klein bedrijf kan je nog voor een deel met direct technieken doen, hè. Een dochter, een advocaat, die stuurde een mailing en zeggen: je mag 100.000 gulden rood staan. Nadat we allerlei screenings hadden gedaan. Hè? Maar Shell of Axo, ja, die moet toch persoonlijk. Nou, kun je zeggen, die hele grote bedrijven. Kun je nog uit Hoofdkantoor nog wat doen met wat heet corporate clients. Maar die middenbedrijven, die moeten toch regionaal worden bediend. Nou ja, we hadden 14 kantoortjes hadden opgezet. Maar we hadden natuurlijk wel 40 of we hadden 100 nodig. En dat ging dus echt tijd kosten, ook om naar de mensen op te leiden en zo. En de systemen. Dus als we niet als zouden, dus dan moest Ruding 4-5 jaar willen wachten, wat hij eigenlijk niet wilde. Dat was tegen zijn ideologie en tegen wat hij in de wet had en wat hij ook in de raadsbestuur had gevraagd. Maar als we met een andere bank fuseren, waar we complementair mee zijn, dan kunnen we die kredietverleningen, al die dingen, kunnen we meteen gebruik maken van het kantorennet en van de expertise van die andere bank. Ja. Wij hebben al die zakelijke klanten met dat betalingsverkeer, al die grote bedrijven voor de salarisbetalingen, die bijvoorbeeld de NFB nauwelijks had, want die had alleen maar binnen een klein bedrijf. Wij brengen al die zakelijke rekeningen binnen. Alleen die zaakrekeningen die waren aan het afkalven. En dat afkalven kan gestopt worden doordat dan dus die nieuwe producten worden aangeboden. En dat wij gewoon een huisbank kunnen worden voor zo'n bedrijf. Mm-hmm. Net zoals de AMRO of de ABN die toen nog niet gefuseerd waren. Maar ja, bij de AMRO of de ABN was het ook een rechtstreekse overname geworden. Dan waren we toch kleiner geweest. Wat waren jullie zoveel kleiner qua balanstotaal of zo? Want het aantal rekeningen was je veel kleiner, veel groter. Aantal rekeningen was je veel groter, maar qua balanstotaal was je veel kleiner. Ja, en qua winst was je ook veel kleiner? Ja, nou ja, het hangt af natuurlijk hoe van de conjunctuur. Als het in de zaak kredietverlening slecht ging, want er waren veel stroppen, dan waren het ook hele slechte jaren voor de commerciële banken. En toen de hypotheekcrisis in 1982 of daaromtrent, toen is de rente steeg naar 12% en de mensen die hypotheek niet meer konden betalen. 12% moet je betalen, ja, ik kan me nog herinneren. Het was een hypotheekcrisis niet omdat de mensen een hypotheek hadden gekregen, te makkelijk, niet dat het door zeg maar aan de subprime of zo, dat was niet aan de orde. Het was gewoon dat de mensen gewoon bij een verlenging van een 5-jaars hypotheek opeens 12% moesten gaan betalen. Tenzij ze 10 of 12 jaar hypotheek hadden. Nou, dus de bank had daar groot. Inflatie ook van 8-9%. En de bank hadden ook vrij veel tophypotheken gegeven, boven executiewaarde. Dat was niet zo dat die huizenprijzen zo sterk daalden of zo. Maar ja, goed, je zat daar toch boven executiewaarde. En dan konden mensen niet meer de rente betalen. Terwijl de RPS, die had ook, dat was ook een deel van dat spel met financiën. Toen de hypotheek in 1973 met de beleggingswet de interpretatie kwam, is wel gezegd: jongens, doe dan conservatief en maximaal 75%. Van de executiewaarde. Dus we hadden daar ook veel minder problemen. Maar goed,
los van die slechte jaren bij de banken, structureel maakte de ABN en de AMRO gewoon meer winst dan de PostGiro. Balansstaal was veel groter. We waren daar zeker echt overgenomen. De NNB daarentegen, was ongeveer even groot. Weliswaar in particuliere klanten veel minder. Maar binnen een klein bedrijf, als je het allemaal optelde, uit die 300 kantoren, dat waren natuurlijk ook gemiddeld grotere bedragen dan die particuliere bedragen. Dus dat was toch. Dus het was ongeveer even groot. In betalingsverkeer waren wij veel groter, in particuliere klanten waren wij veel groter. Maar zij hadden dat binnen een klein bedrijf en zij hadden dat apparaat van 300 kantoren. En dus de complementariteit was heel groot. Het was gewoon een hele duidelijke kandidaat voor jullie. Ja. En zij hadden ook, zij zeiden natuurlijk ook gewoon, we doen dat gewoon 50-50, geen probleem. Nee, was het waar. En een particulier bedrijf was bij hun zo klein, dat was ook geen, voor ons ook niet bedreigend. Integendeel, daar waren wij dus een grote partij. Bij AMRO ABN, of staatsaan Rabo, was het particulier bedrijf ook heel erg overlappend geweest. Hè? Want die waren juist al die jaren bezig met die particulieren bij de postbank weg te halen en zo. En opeens heb je, nou. Maar toen was het natuurlijk de NRB riep, nee, we hebben niet 50-50, wat de eerste gedachte was. Wij willen gewoon 60-40. Want wij zijn een bank met een hele actief kant van de balans. Gingen jullie zelf met die lui praten? Of was dat Ruding die op een gegeven moment iemand uitstuurde? Wij mochten eerst dan niet zelf praten. Maar Ruding had Pierson, het was niet Mees Pierson. Maar Pierson had hij aangesteld als adviseur. En Pierson ging ook onderhandelen namens de minister. Want de minister wilde natuurlijk een mooie prijs maken. Dus we hadden met de minister hadden we een gemeenschappelijk belang. Wij wilden graag 50-50, omdat we anders overgenomen werden. En de minister wou gewoon 50-50, dan kreeg hij meer geld voor zijn aandelen postbank. Ja. En de minister zei, al het begin zei de minister dat, voor mij is het helemaal geen zaak, die 50-50. Ik denk dat 60-40 andersom moet zijn. Oh, ja. Nou, dan kon de NNB kon woedend worden dat dat gezegd werd. Hè? Nee, dan worden we genationaliseerd. Want als zij 60 krijgen, weet je. Dus, dan worden we genationaliseerd. Waren de grote eigenaren van de NNB? Nee, dat was erg. Ja, er waren een paar verzekeraars. AMF had 5%. Die verzekeraars met de lange geld, die namen vaak 5% belangen in die banken. Daar hadden ze ook een fiscaal voordeel van. Boven 5% hoef je geen dividendbelasting af te dragen, deelnemingsvrijstelling. Dus ze hadden 5% van de ABN, 5% van de AMRO, 5% van de NNB. En dat had AMF, dat had Nationaal Nederlanden. Dus de NNB had zo'n stuk of 3 van die 5% pakketten. Verder was het heel erg gespreid. En ook weinig buiten. Het was meer een ego, ook een kwestie van eigenlijk. Het ging niet vanuit de aandeelhouders, het was gewoon vanuit het management. Die wou gewoon, NNB wou gewoon die postbank overnemen. Ja, en die vond het zelf. Wij zijn een bank met een heel apparaat en een kantoor. Wie was de man toen bij de NNB? Wat was het? Huis erom. En die vond, en wij hebben een mooi buitenbedrijf opgebouwd, wat waar was. Dat hadden ze heel mooi gedaan. In de 80e jaren, na hun problemen die ze hebben gehad, omhandeld met hypotheken, hebben ze heel veel, heeft de NNB eigenlijk baat gehad. En misschien dat ze overleefd voor een deel met strop in het binnenland goed gemaakt. Doordat de schuldenhandel, wat ze deden, weet je wel, schuldenhandel met die Braziliaanse schulden, et cetera. En Romario voor PSV inkopen tegen een verlaagd bedrag, want ze konden die staatsschuld konden ze goedkoop inkopen. En daar werd Romario mee gekocht en zo. Dus dat was namens PSV. Maar ook alle exportfinanciering en zo. Ze hadden toen Gerrit Tammes van de ABN overgenomen. Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur onder Scherpenhuis erom. En bij de NNB was het zo van. Het was een soort echte middenstandsbank. Het waren 6 kleine zelfstandigen. Die hadden allemaal eigen toko. En moesten elkaar vooral niet voor de voeten lopen. En ook niet te veel met elkaar overleggen. Want ik doe met mijn wijk wat ik leuk vind. En jij moet er niet mee bemoeien. En bemoei ik niet met jouw wijk. En de voorzitter mag dan gewoon grote lijnen doen. Fusies, want Scherpenhuis wil heel graag groot worden. Die was een ontzettend gefascineerd. Wat was hij voor een type? Waar kwam die vandaan? Scherpenhuizen was een officier in het leger, beroepsofficier, van de administratie. Een beetje à la die meneer Kraan bij de ABN, waar we het eerder over hadden. En dat was in het stuk dat wat niet is opgenomen, maar goed. Maar in ieder geval, en die was ook op de KMA, hij was ook accountant geworden. En toen het automatisering opkwam bij het leger. Toen gingen die accountants gingen ze dat doen. Die gingen ze ermee bemoeien. Ook onder andere Ribo Doeje, die bij de ABN ook nog lid van de Raad van Bestuur werd. En daarvoor bij de CNA. Die was als jonge officier. Die was gewoon eigenlijk als dienstplichtige was hij gewoon officier geworden. En die was toen blijven hangen om ook accountancy te doen. Maar dat soort mensen kregen dus betalen. Ze kregen dus automatisering kregen ze opgedragen. En Scherpenhuizen. Zo kwam dat eigenlijk dat financiën. Dat de financieel directeur ook bij bedrijven verantwoordelijk was voor ICT, wat ik nooit begrepen heb. Maar dat was daar bij het leger ook zo. De accountants die werden gewoon, die moesten autorisering invoeren. En de Scherpenhuis was een van de oudsten van die lichting. Heeft daar heel veel gedaan. En onderin zat er een jongere lichting, Ruud van Ommeren, die naar IBM is gegaan en zo. En dus van wie bedoel je naar de ABN? Want het leger was wel vrij snel met zijn automatisering. Misschien zat het voor sommige banken. Dus dan werden ze ingekocht door zo'n bank.
In dit geval riep Louis al eerst door CNA en later ging hij naar de ABN toe. Maar in ieder geval, de Scherphuizen, die was, maar bij de NRB was het een opvolgingsprobleem. De vorige voorzitter van de Raad van Bestuur was trouwens een oud-directeur-generaal van Economische Zaken van de NRB. Kocht vaak mensen van Economische Zaken in. Want het binnen een klein bedrijfskrediet was vaak door Economische Zaken met een staatsgarantie. En de NRB had toen een soort monopolie daar. Die werd als de middenstandsbank, waar de staat ook nog aandelen ooit in had gehad. In 1926 of zo, of 27, had de NRB, waar allemaal lokale middenstandsbanken, Ala de Rabo, ook een soort coöperatief, en protestantse en de katholieken, net zoals vroeger de Raiffeisen en de boeren. En toen die problemen hadden in 27, zijn ze door de overheid bij elkaar geveegd tot één Nederlandse middenstandsbank. Heeft de overheid 40% nieuw geld ingestoken, voor 40% van de aandelen. Maar later door elke emissie van de NRB verwaterde de overheid. De overheid deed het nooit meer mee. Dus met de fusie met de Postbank had de overheid nog 7% in de NRB. Okay. En naast die 5% AMF... Zijn ze wel de grootste aandeelhouder? Ja, want ze waren net meer dan die 5% van de AMF. En van de overheid had een commissaris bij de NRB voor die 7%. Okay. Dus er waren contacten genoeg. En op een gegeven moment... En hoe ging dat? Hoe is dat gesteggel afgelopen? Ja, het is afgelopen. En dus de NRB had Engelse investmentbanker Warburg ingehuurd. En die gingen ze te vechten met Pearson. Want daar hadden ze een Nederlandse investmentbank of een Nederlandse adviseur. En wij gingen daar tegenover, dus gewoon met die NRB-jongens van jongens. En dat buitenlandbedrijf, dat was natuurlijk fantastisch. Dat had die Thomas, die adviezenvoorzitter, die had ook alle vrijheid om dat te doen. Dat deed hij goed gedaan. Maar het was natuurlijk ook een geslepen onderhandelaar. Die zei een keer tegen mij, toen ik het had over gelijkwaardigheid en zo. Toen zei ik... En zeiden ze, ja, wij hebben een bank met een groot actief bedrijf en een buitenbedrijf. En jullie zijn gewoon een zak met geld. Je hebt gewoon veel spaargeld heb je binnengehaald. Dat spaargeld heb je allemaal. En dan kunnen jullie mooi, daar hebben jullie te veel van. Want jullie moeten elke maand, dat was het ook zo. Elke maand met die salarisbetalingen bijvoorbeeld. Dan hadden wij weer te veel geld. En dan moest dan aan andere banken op de geldmarkt uitgeleend worden. En bijvoorbeeld met de vakantiebetalingen in mei. Dan ging de hele marketing achteruit. Want wist die post hier, die komt wel, die post, die moet al die vakantiebetalingen, dubbel maand salaris, 8%, ja. moeten ze kwijt. Hè? Ja. Dus dan hebben al dat spaargeld en je gaat weten niet eens waar je het kwijt moet. Daarom je zaak kredietverlening en je hebt niet genoeg hypotheek om dat te kunnen. Dat is ook maar natuurlijk kortstondig, zo'n vakantiegeld, dus maar een maand. Maar zelf voor ons die verdient, dat staat ook niet echt veel zo aan de dijk. En die hypotheken wel, maar dat was bij lange na. De post had toen in die tijd misschien 100 miljard gulden. Aan passiva, dus spaargeld en betaalgeld, 100 miljard. En de helft ervan hadden we een hypotheek inmiddels opgebouwd over 10 jaar. Maar die andere 50 miljard, die moest elke keer moest er wat mee. En nog geen zakelijk krediet. Hè? Althans, dat was net de opbouw, maar dat hadden we niet zo snel voor elkaar. Goh, wat een probleem om 50 miljard kwijt te raken. Dus ze zeiden, jullie hebben een zak met geld en wij zijn een bak en wij kunnen dat geld makkelijk weer bij ons zo gebruiken. Hoeven wij niet meer, want dat was hun zwakte, op de geldmarkt dat duur te gaan lenen. Dus dat was een fantastische energie. Maar dat is etere Thomas. Zeg ja, maar Gerrit, denk je dat geld, dat spaargeld, die zak met geld en dat betaalgeld, dat het zoals mannen uit de hemel is komen vallen? Daar moet ook bepaalde kundigheid, ja, en ook een bepaalde deskundigheid. En op tijd beginnen met die miljoenen rekeningen. Maar wat... Marketing is ook een vak, om die mensen te cross-sellen, et cetera. De NRB is het nooit gelukt om een particulier bedrijf op te bouwen van meer dan 300.000 klanten. En met al die kantoren achter je. Omdat jullie er gewoon geen gevoel voor hebben. Je hebt geen marketingervaring, je hebt niet de goede mensen ervoor en wij wel. Dus... Hoe is het spel toegespeeld? Nou, op een gegeven moment... En we hebben ook, jullie zitten aan de onderkant van de samenleving met jullie klanten, allemaal kleine klantjes. Ook weer gelul. Dat geldt voor de spaarbanken, daar vergolden we het bedaard voor. Maar wij hebben gemiddeld saldo even hoog als de algemene banken. Wij hebben al die intellectuele, goed opgeleide Nederlanders. Wij hebben niet de private bankers, maar we hebben wel de connector van de school. Ja. Hè? Of een directeur van een bedrijf die privé toch wel bij de postgiro wil zitten, omdat die ook wel efficiënt vindt. Dus jullie waren lekker met elkaar tegenaan aan het gaan. Ik ben groter dan jij vanwege dit, vanwege dat en zo. Was dat een vriendschappelijke of was dat een beetje met een mes op tafel? Ook een paar met z'n tafel, maar Gerard Thomas, die had wel iets charmants van spelletje en ook een beetje zo van geintje maken en zo. Die had daar een beetje een charme van. Maar die standbestand van ons, allemaal loontrekkende wel, dat was het salaris voor het overgrote deel, niet zelfstandige. Maar binnen die loontrekkende, zeker in de onderkant, we hebben echt behoorlijke
En toen zeiden ja, wat nou? Jullie ook hoger. Hebben ze het ook hoger in de salaris ontvangen? Zei je, wat nou hoger? Ik woon in Aardehout. En ik ken maar 2 mensen met een giro-rekening. Een heel Aardehout. Hij zegt, dat is mijn zuster en mijn werkster. Van dat, hè? En die zuster had een spreekwoordelijke zuster die helemaal niet bestond. Nee. Hij zei altijd als hij iets te simpel vond van... Dan kan ik zelfs aan mijn zuster uitleggen, weet je. Dat was altijd spreekwoordelijk, hè? Hans, even, we moeten even doorgaan, ja. Nou, dus dat verhaal van die betere klant, en dat was ook typisch onderhandelingstechniek, ja. Met een lolletje gewoon, hè, ik en Aardehout, 2 mensen met een giro-rekening. Nou, uiteindelijk heeft dus Ruding op zijn poot gestaan, want de NRW zat maar op 60-40. En die Warburg bleef maar rekensommen maken, en de kampiers nog niet doorheen prikken, dat zij 60 waard waren en wij 40. Daar hadden ze weer een andere in. Nou, een paar jonge juppies uit Londen, die waren met elke met hun... Modellen. De modellen, toen al. En toen zei ze, nou, ik doe het niet voor 50-50. En je mag blij zijn als ik niet 60-40 vraag aan onze kant. Nou, toen is het gewoon toch is het gebeurd. Toen hebben ze wel gezegd, we willen dan wel niet, als 50-50 wordt, de overheid heeft 100 van de Postbank en 7 van de NRB, dan worden 53,5. En dan zijn we genationaliseerd. Ja. En dus het is meteen besloten, er wordt 5,5% van die 4% van de 53,5 bij Pierson tijdelijk gestald, tot er een keer een beursgang komt. Want de NRB zou het toch, de NRB Postbank zou laten toch naar de beurs gaan, om het staatspakket geleidelijk aan af te bouwen. Dus meteen op de dag van de fusie is er 4% bij Pierson gestald, en dat de overheid had maar 49,5%. Nee, want die 4 is gestald bij, maar die was eigenlijk van de overheid, toch? Of is die toen verkocht? Nou ja, die is een soort transactie van dat Pierson, de zeggenschap, de overheid bleef economisch eigenaar. Eigenlijk was gewoon de overheid 53% eigendom, is dat uiteindelijk uitgekomen. Want ze hadden al 7%, dus eigenlijk is toen de overheid de meerderheidsafdeling geworden, maar het mocht niet gezegd worden. Dus daar was toen op een gegeven moment een... Economisch wel, hè? Dus ook qua dividend, de overheid had er recht op. Maar juridisch werd het dus aan Pierson. Hè? En economisch, en die 4% is later ook meegegaan. Hoe heette deze combinatie? NMB Postbank. Maar dus dit is eigenlijk een beetje de aanloop naar de ING. Ja, want anderhalf jaar later, dit was in oktober 1989. En zeg maar in maart... 91, dus anderhalf jaar later, was al de fusie met Nationale Nederlanden. Want op 1 januari 1991 heeft de overheid het verbod van fusies bankverzekeringen opgeheven. Daarvoor had het überhaupt niet gekund. Nee. Want dat heette structuurbeleid. Hè? Banken en verzekeringen mochten niet fuseren. Nee. In Nederland was een Nederlandse bank, had het met de financiën en met de verzekeringskamer zo geregeld. Ja, wereldwijd overal, want dit was toch een van de allereerste fusies waar een verzekeraar met een bank... Ja. Dat was eigenlijk vloek in de kerk. Waarom was dat in Nederland, in het kleine Nederland, als eerste gebeurd? Nou, het was toch goed dat wij grotere combinaties nodig hadden om wereldwijd te kunnen concurreren. En dat ook het lange geld van een verzekeraar heel welkom was om ook voor de bank. Dat... Daarom waren die verzekeraars ook allemaal eigenaar. 5% eigendom van ABN AMRO en van Rabo. Maar waarom? Er waren ook gevaren dat lange termijn geld, wat heel lang langdurig belegd moest worden, dat door een bank gebruikt ging worden. Daar was iedereen tegen. Dat is toen opgeheven. Het is opgeheven, maar het idee was als er een fusie komt en in die fusie is genoeg zeg maar gelijkwaardigheid tussen de bank en de verzekeringspoot. In het geval van ING was zelfs de verzekeringspoot 60, er waren er wel 60-40. Daar is ook eerst 50-50 is daar eerst ook aan de orde geweest. Maar toen kwamen de aandeelhouders van de NN kwamen in opstand. En dus alsnog is dat teruggeleid. Okay. Waren daar nog grote eigenaren van de NM, van Nationale Nederlanden? Nee. Die was heel erg gespreid. Dat was echt dus het volksaandeel. Okay, maar de directies hadden netjes gewoon besloten 50-50. Ja. En toen hebben de aandeelhouders zijn in opstand gekomen. Ja, toen kwamen er heel veel boze aandeelhoudersreacties. En toen was er... toch al angst dat ze misschien niet door de aandachtsvergadering heen zouden krijgen. En de tussenpersonen waren ook al in opstand, dus was al genoeg gedonder, et cetera. En toen is dus, het bestuur blijft het 50-50, bestuurlijk. Dus die raden van bestuur, daar gaat de NN gaat dan niet 60% van de bestuurszetels claimen. Mm-hmm. Maar de aandelen, de omwisselingsverhouding van de aandelen wordt wel 60-40. Wat een gigantische bedragen dan even veranderd worden, hè? Op een achterkant van een... Maar de andere reden dat de overheid wel wil toestaan, dat bankverzekeraars ook wel internationaal, hè, de opbouw van een buitenlandbedrijf, zoals de NMB al voor een stuk had gedaan, ja. Maar dat verder uit te bouwen, ook op particuliere gebied, zoals de ING direct later. Nationaal Nederland had dus dat lange geld, waardoor ze ook konden permitteren om in Polen, Hongarije,
Tsjechië na de val van de muur verzekeringsbedrijfjes op te zetten, levenverzekeringen. Nou, een levenverzekering, de eerste 3 jaar, als je polissen verkoopt met agenten, die agent krijgt 3% provisie. Yeah. En de premie het eerste jaar is misschien 1,5%. Yeah. Dus hoe meer je verkoopt het eerste jaar, hoe meer geld je verliest, want je hebt gewoon 2 keer zoveel, moet je aan provisie uitbetalen, in plaats van salaris overigens, hè. Dan die eerste jaar of het eerste 2, 3 jaar premie. Ja, dus je had een bak met geld nodig om daar bedrijven te beginnen. En lang geld, want dat geld kwam pas weer over verloop van jaren, werd het weer terugverdiend. Dus dat konden ze premieren. Ze zetten elk jaar 100 miljoen opzij om daar dus die nieuwe dingen op te zetten. Wat later van ING Direct ook is gebeurd. Die is uit hetzelfde soort budget, is dat ook mogelijk geworden. En dat had bij de NMB Postbank waarschijnlijk nooit gekund. Dus het idee van een buitenlandbedrijf opbouwen. Daar is er weer dat lange geld van als je Nederland voor nodig. En in die tijd was de overheid de voorstander van dat de Nederlandse banken een sterk buitenlandbedrijf zouden hebben. Om wereldwijd dat kleine landje toch op de kaart te zetten en mee te laten concurreren. En de Nederlandse multinationals als Shell en Philips en zo ook internationaal te kunnen bedienen. En waren daar nog mensen tegen? Want daarmee werd opeens ING, zeg maar de combinatie, een behoorlijk grote bank. Ongeveer net zo groot als ABN AMRO of toch wel de grootste. Ja. Ja, door die fusie met NN werden we even groot. Ja, ja. Nou goed, kijk, daar heb je een ander. Het balanstotaal van ING was echt gigantisch. Hè? Ik bedoel, op het hoogtepunt was het 1200 miljard. 2 keer zoveel als de hele bruto nationaal product van Nederland. Ja, absoluut, ja, ja, ja. En later is ook gezegd, na de crisis, we moeten niet willen als zo'n klein landje dat we die soort grote internationale banken hebben. Vanuit een vrij kleine thuismarkt en vanuit een bruto nationaal product. Maar goed, toen was het idee van dat is voor Nederland heel goed. En het is ook heel opgeleverd. Maar in ieder geval, ABN AMRO, ABN had met NN willen fuseren. ABN was heel oude vriendjes met NN. Ja. Dat waren ook allebei heren tegenover elkaar. En wat ABN met verzekeringen als bemiddelaar, niet als eigenaar, kon doen, deze met Nationale Nederlanden. En ook in de beleggingssfeer deden ze veel dingen samen. Niet alleen die 5% die NN had in de ABN, dat hadden ze ook in AMRO en ook in AMFL het ook. Maar het was meer zo, dat waren echt vriendjes. En dat hadden gedaan, als het structuurbeleid een keer op tafel komt, dan fuseert NN met ABN. Maar en? Nou, toen had dus inmiddels had Jaap van Rijn, toen het structuurbeleid op tafel ging, dat ja, met ABN kan het wel fuseren. Maar hij had natuurlijk een tweede doelstelling, behalve lang geld gebruiken voor het buitenland. Het verzekeringsgeld en het korte bankgeld, wat een mooie match was. Maar hij had als tweede doelstelling, ik zie toch wel dat die postbank, met dat direct marketing en met dat cross-sellen en dergelijke. Ja. En als er straks ook verzekeringen mogen, wij hadden de verhaal was, zodra wij geprivatiseerd waren, ja, gingen de laatste 2 beperkingen, dat was Rudingen zijn idee, eerst privatiseren en dan mag verzekeringen en effecten mogen wel. Die mochten daarvoor nog niet. Dus die postbank, met de NMB-fusie waren we geprivatiseerd, 49,5%, ja, daar gingen dus aan verzekeringen werken. We hadden al een reisverzekering, die hadden we al een keer bij Nelly. Of nee, niet eens voor de poort al geregeld. Net zoals die hypotheek en dat kon ze niet verdienen. Ja. Want we zeiden, ja, die mensen gaan op vakantie met een Giro betaalkaart. Ja. We kunnen ze een eurokaart kunnen ze meegeven. Vandaag nog eurokaart, mastercard. Alleen moeten ze voor die reisverzekering moeten ze dan nog weer naar een bank toe. Ja. Dat heeft niks te maken met de verzekeringswereld. Want de verzekeringswereld die verkoopt nauwelijks reisverzekeringen. Dat is ANWB en dat zijn de banken. Ja. Nou, dat mocht toen. Maar verder hadden we dus geen verzekeringen. En ook geen effecten. Zij zag het als een enorme markt, zeg maar. En ABN AMRO verkocht al verzekeringen. Dat was een bedreiging, want die Postgiro, als die postbank met een andere fuseert, NMB Postbank, de NMB kan niet zoveel schelen, maar als het met een andere fuseert, gaan die dat postbankpotentie gebruiken om verzekeringen te cross-sellen, ja, tegen een beetje centraal beheerachtige tarieven. En daar hebben we ontzettend last van. En onze tussenpersonen die krijgen er last van. Bovendien, als die tussenpersonen toch een keer gaan afkalven, wat er nu dus gebeurt, dan heb ik een mooi alternatief. Dan heb ik de distributie van de postbank. Liever vandaag dan morgen. Maar als het gewoon gedonder geven aan tussenpersonen, dan moeten we dat een beetje rustig aandoen en zo, hè, tot de tijd rijp is. Dus hij heeft gewoon die postbank willen hebben. En de ABN kon hem dat niet bieden. Nee. En die voelde zich ontzettend verneukt. Dat opeens een NN hun dus niet meer geïnteresseerd was dat hij met de postbank. En toen is de ABN naar de AMRO gestapt. Nou, wij ook maar fuseren. Want nu met die grote ING eraan zitten komen. Dus binnen een maand na de fusie NMB Postbank, of ING, was ABN met AMRO gefuseerd. Meen je dat? Dat is echt gewoon het directe resultaat van deze fusie? Ja, absoluut. Dat was misschien ook wel anders, ook nog een keer gebeurd. Maar de concrete aanleiding en om het snel te doen was van, nu worden we in Nederland worden we zo, worden we toch bedreigd door die grote ING.
En met de potentie ook van die, weer van die postbank. Die gaat ook de verzekering verkopen. Maar ook het buitenland expansie met het geld. Eigenlijk gewoon de postbank was... dus het buitenlands bedrijf van de NMB was belangrijk. En het direct marketing en de efficiëntie van de postbank. Dat was de grote kracht van die combinatie. Maar het buitenlandse bedrijf van de NMB, hè, met die schuldenhandel en met die zakelijke kredieten in het buitenland... voor Nederlandse bedrijven en met die exportfinanciering, et cetera. Dat had ik voor NN, vonden ze wel een mooi bedrijf, dat wel. Tot het door de overname van Barings zeg maar, verziekt is. Maar dan als je aan Nederlanden, die vonden dat een mooi bedrijf, maar het had verder geen enkele synergie met hun. Zij verkochten aan consumenten levenpolissen over heel de wereld. Eerst in Zuid-Amerika en Azië, later in Oost-Europa. En inmiddels hadden ze in de Staten Canada hadden ze bedrijven gekocht. Hadden ze geen greenfields, zoals die... Hè, wat ze noemen dat greenfields, dat wat ze in Oost-Europa deden. Ja. Maar daarvoor in Azië en in Zuid-Amerika. Maar ze hadden dus inderdaad... Verenigde Staten, Canada, Australië hadden ze grote bedrijven gekocht. En die hadden helemaal niks aan synergie met zo'n NRB-kantoor. Wat daar Romario kocht voor PSV. Het schuldenhandel of wat daar export... En hoe belangrijk is de postbank uiteindelijk geworden voor hun als afzetkanaal van verzekering? Zeer erg tegengevallen.